The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah, uh -huh. uh -huh. ik ben hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan... Zend de besteed! Naar de feest! Gribbels op kus! de daaraat? Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval... Welkom bij de AA. Vandaag Comedy Royalty aanwezig bij ons in de podcast. Hij is acteur, zanger, komiek, presentator en all-round funny guy. Hij speelde in diverse... Coneske Reekse zoals meester. Hij begint weer. De Drie wijze. En iedereen kent hem natuurlijk als de garagehouder Dimitri de Tremmery in FC De Kampioenen. En momenteel toert hem door al de zalen met zijn show van 7 tot 77. Het is een hele eer om hem hier bij ons te hebben. Welkom, Jacques Vermeijden. Bedankt, Alex, voor de mooie woorden. Ook voor mij is dat uh, een eer om, om bij u aan tafel te zitten. Dat moeten. vind ik uh, ja. heel ja. schoon, eigenlijk. Ja. Ja. Ja, is die die iemand waar ik uh, mee opgegroeid ben, gelijk met veel mensen op mm -hmm. de tv. Hè, zo mensen als Urbanus en jij. Zo de, de, de origineel... Voor mij dan toch, hè, Gaston en Leo die zijn natuurlijk nog een generatie ouder, maar het is zo heel die, die komische mensen op de tv waar jij mm -hmm. overduidelijk een van Ja. Ja, maar en... ik ben ook nog iemand die de jonge mensen volgt. Ik, ja. ik doe ook mijn best om nog aanvaard te worden bij de nieuwe generatie. Ik vind dat belangrijk, want je hebt veel... komieken of acteurs waar ik vroeger mee gespeeld heb, die alleen maar bezig waren over vroeger en vroeger en vroeger. Ja. Ik doe nog altijd mijn best om erbij te houden bij, bij, bij jullie klik. Bij ja. Philippe en bij u en bij anderen. Ja. Ik, bedoel, ik heb dat zo van... Ik wil, er, ik wil nog geapprecieerd worden. Ja, maar dat is ook wel zo. Maar het, maar het is wel grappig dat je, dat je merkt dat je inderdaad daar... Want hé, ik vroeg het ook al een uur bij. Een uur bij is eigenlijk ook een beetje zo. Mm. En ik denk dat dat, dat dat vaak voorkomt bij mensen die ook heel lang zelf live gespeeld hebben. Die heel lang zelf getoerd hebben en in zalen hebben gestaan. Ja, ja en, en, en ook... we hebben ik zie op wat er nu gebeurt vroeger. Je mag niet verge uh, vergeten, wij waren simpele gasten. Luc en ik, we traden op voor alle mogelijke verenigingen in parochiezalen. Tot in cafés, tot in uh, tenten. Als je nu ziet, de business is veel sterker geworden. Jullie treden op in een sportpaleis eh, en, en, en grote bakken. Ik bedoel, mm -hmm. het is allemaal veel commerciëler dan vroeger. Oh, hey, je hebt verschillende keren in een sportpalais gestaan. Ik heb dat nooit niet gedaan. Hè. Dat toen is... verklaarden ze mij ook voor Zijn zaak, toen ik daarom begon, zei ze ook tegen mij: van ja. Wat denkt u dat jij gaat eh, doen? Maar je het, moet het nog doen? Hè. Absoluut. En, en als je, want je begint eigenlijk, het is wel grappig, dat je nu met je nieuwe show van 7 tot 77 gaat terug aan toeren met een aangever. Ja? Hè? ja. Net zoals dat je eigenlijk in uw eerste zaalshows deed: met Luc hè? Verschuren. Met Luc Verschuren, ja. Vroeger trad ik alleen op, nog voor dat ik radio deed, want ik ben in Sportcafé begonnen op Limburg. Ik was de cafébaas, Luc Verschuren mm -hmm. was met een kamerad, een dorpsgenoot. En uh, door dat sportcafé gedoe, dat de zondag was tussen uh, vijf en acht, begonnen wij na te denken, kunnen we misschien samen gaan optreden? Mm. En dat had een relatief succes, maar dat was ook maar voor de landelijke gilden hè, en kleine verenigingen natuurlijk. Hè. Maar, dat, uh, maar dat, dat is niet meer te vergelijken met nu. Nu is dat big business geworden. Het zijn maar de popgroepen die, die optreden, de komieken nu in het sportpaleis. Ja. Ja. Maar bij ons was dat simpel. Ja. Dat was, uh, op, op, ook, ook op mijn, 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 mijn lijst stond er, uh, wat moet er zijn? Dat was koffie, water en eten. Dat, dat was alles wat erop stond. Hè. En maar dat was ook plezant, maar ja. we traden ook overal op. Daardoor ja. dat we ook enorm veel opgetreden hebben. En die, dat is gedaan, dat verenigingen nog artiesten boeken. Ja. Het is ook allemaal duurder geworden. De mensen verlangen meer, grotere ja. installaties. Je moet de buitenlandse concerten op. Ja. Dus dat is enorm veranderd. En, en als ik zie dat de, dat de jonge gasten het nu fantastisch doen, dan maak ik alleen maar bewondering voor. Hè, ja. Hoewel dat ik wel moet zeggen dat toen dat wij begonnen, en zeker op, op heel veel plekken nog altijd, hè, ik ben nu terug aan het try-outen voor mijn nieuwe show die dat ik ga spelen, volgend jaar. En uh, ik doe nu terug ook heel veel van die kleine jeugdhuisjes en zo En wij doen eigenlijk ook wel dezelfde dingen. Hè? Je komt eraan en ik zeg ik eet ook nooit voor een show, want dan word ik te, te plat. Mm. Ik heb altijd het gevoel dat ik oh, met honger op het podium moet gaan staan. Oh, nee. Want anders ik word ik er traag van, van te veel eten. Bij mij is het omgekeerd. Zou dat veel moeten eten? De trappistikken en lekker eten. En, ja, ja, ik heb dat nodig. De gezelligheid. Bij ja. mij is het een avondje uit. Ja. Ik ben er al om zes uur. Om dan een aperitiefje te nemen, ja ja. ja. En dan uh, goed eten en uh, een, een, tweeën en Het is niet dat ik dat nodig heb, alcohol, hè. maar, maar het, het moet zijn. Dat zeggen ze allemaal. Nee, 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 maar, dat niet, nee, maar het moet gezellig zijn als ik ja. optreed. Ja. En dat is ook een avond uit bij mij, dat is twee keer in een uur mee een pauze nog. Ah, maar dat speelt ook mee een pauze. Ja, ja, maar dat de mensen nog eens okay. kunnen drinken, de organisator vindt dat tof. Hè. Want ik ja, ja, treed ja, ja, ook ja, nog man. in kleine zalen op en dan mm -hmm. de mensen drinken nog een keer en dan zijn ze wat meer in vorm. En daarna nog een meet en greet dus dat is avondvullend voor mij, dat is toch tot half twaalf dat je bezig bent. En dan backstage nog een glaasje drinken en daarna en Dat is zelfs een schone avond geweest voor ja. mij ook. En jij doet ook een meet-and-greet achteraf ja, altijd. Ja, ik heb dat heel mijn leven gedaan. Ik doe dat ook altijd. Ja? ja. Ah, dat ik heb misschien. dat van het begin af aan gedaan. Ik deed ook, um, denk dat ik ook één van de... Misschien wel de eerste comiek was hier, dat Merchandise deed, Dus t-shirts zo. Ja, ja maar dat heb ik gezien. Ja. Dat ik dacht van... Uh, van ja, omdat dat ook, ja, Ik had altijd zo'n crossover tussen een soort rockpubliek en, mm. en, en een comedypubliek. En ik, ja, ik heb dat uiteraard gewoon gezien bij, bij groepen, hè? bij muziekgroepen die dat, dat doen. En ik dacht, ja, dat lijkt mij ook een uitgelezen moment om na de show ook contact te me hebben met de mensen ja. die uw kaarten kopen. Is dat ook de reden waarom dat gaat? Ja, altijd. Maar als, als we vroeger spreken, wil ik verschuren, waren dat handtekeningen. Hè? Hmm. Dus ik had foto's van, van mijn gezicht en dat was voor de kindjes en we weten. Toen hebben we er nog geen foto's getrokken. Maar nu hebben ja. iedereen met een iPhone. Ik heb dat sowieso gedaan, maar nu komt er bij het voordeel dat dat verspreid wordt. Hè? Mm -hmm. Iedereen in een Twitter en een Facebook en mijn wetkamer. En dat is ook nog eens reclame erbij, maar dat is niet de hoofdreden, maar dat komt erbij. Ja. En, uh, en, en ook het contact, wie is mijn publiek? Eh, wat is mijn leeftijd? Enzovoort, enzovoort. Je leeft er ook uit. Uh, en de mensen vinden dat tof en dat gaat ook rond dat, dat je tijd neemt voor de mensen die naar u komen kijken. Mm. Ik vind het nogal fantastisch als je een volle bak hebt. Die mensen betalen hun geld. Ik vind het minste wat je kunt doen, is uh, met die mensen even op de foto en een babbel te doen. Ja, ik weet het daar ook. Ik ben het er volledig mee eens. Ja. Ik heb het ook altijd heel raar gevonden dat mensen uh, kunnen zagen over hun bekendheid. En mm. zeker in deze land. Hè, dat mensen zo van die dingen kunnen zeggen als. Ja, dan moet je er mee op de foto. En dan wordt er ja. verwacht aan. En dan denk ik, gast, die betalen uw huis. Weet u, zo dat heel tof kot waar jij in woont, is puur en alleen. Omdat Tuur. die allemaal naar ja. u komen kijken. En omdat die uw DVD's kopen en al dat soort dingen. Ja, 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 ja. Dus het minste dat je kunt doen, is op zijn minst al een glimlach tevoorschijn toveren als ze met u op de foto willen staan. ja dat dus uh, vind dat, maar natuurlijk, uh, als jij in een sportpaleis staat, dan kun je dat toch bijna niet doen. Dan nee, daar ik, doe ah, ik dat ah, niet. Maar daar is dat ook absurd. Ja. Allee, ik, omdat ik soms, eh, ja, jij weet dat zelf ook, als je na de show, dat, dat pakt best veel tijd. Ja, ja, ja dat is altijd is een half uurken, hè? Ja, toch? ja. Dat is, en, en als je van, van die, eh, ik ben er zeker van, dat je eh, zo van die dingen doet, gelijk Cursaal of gelijk de Capitol ja, of zo, dan stonden er een uur. Ja, 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 dat, ja dat is een maar uur, maar dat doe ik dan wel. Hè? Ja, 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 maar daar doe ik het ook. Hè, dus omdat ik, omdat ik dat vind dat dat nog haalbaar is. Ja, ja. Want dus ik denk dat ik dan zo'n dag extra zou moeten. Vat ja. <laughs> puur voor alleen door zo handtekeningen uit te delen. Dus dat wordt wel veel. Maar ga ze, want als ik het, het juist zat Zatte jij eerst in een muziekband, klopt dat? Deed ja. jij eerst? Ja. Ik, was, uh, ik had mijn eigen gedaan, uh, dat was in 1974. Uh, in en uh, daarna ging je dan gaan werken. Ik had hogere studies gedaan. Oh, eh, ik zeg dat maar even om allee, toch te laten voelen dat het is ik... wel eens gewoon marketing, eh, by the way, ja, was maar... het niet? Ja, maar... ze bent afgestudeerd in marketing. Ja, hier in Antwerpen. Het was ja. sint maar dat is nu Karel de Grote zeker. Wat heb je met het gevoel dat je dat moet zeggen? je zegt, zeg, ik zeg het er maar even bij, om. Ja. Te... Ja, want ik weet dat de meeste mensen dan beginnen te lachen, want die denken dat je een stomme klootzak bent. Maar het is niet dat, dat ik me wil waarmaken, maar ik zeg dat er even bij, <laughs> dat ik hier in Antwerpen uh, gestudeerd heb. Hè. Ja. En uh, de, trouwens, al die komieken zijn geen domme kloten, die hebben allemaal serieus gestudeerd, meestal. Het vreemde ervan. Ja. Eh, maar dan heb ik mijn eigen dienst gedaan. Ik, nou, ik, ben... ik heb eigenlijk een hoop studies niet afgemaakt. Oh, wel middelbaar, maar voor de rest niet. Oh, maar wat maar hoort dat niet? Maar ik vind het grappig dat je. Dat wij... oh. ik, ik, ik hoor ik dat. dat niet. Nee. nee, ik hoor dat niet. Dat, ga minder... Minder, dat, minder... dat, ga, dat ik minder slim zijn dan jij. He. Dat, nee, nee, dat, dat altijd... heb ik niet gezegd, ja, he? wel, wel gezicht. Dat heeft dat er geen zacht mee te maken. Nee, 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 want als je goed bekijkt mm -hmm. wat er. Overblijft van je studies dat je kunt gebruiken, dat is, dat is bitter weinig. Hè. Ik mm. zie dat nu ook bij, bij mijn dochter, die, die cursussen. Ik mag niet te veel zeggen, want dan zeg ik ook: waarom krijgen die daar les over, over dat vak? Alla, ja, Bom, mm -hmm. goed. En dan legendienst. <laughs> ja. hè, dat was dan direct uh, zo rap mogelijk binnen in het leger. En dan gedaan. En dan had ik een lief en trouwen. En ik had een groep. De mannen van, ik woonde in Bonnheide, mannen van Ruimenham, Keerbergen, en bij Gust de facteur, die kwam van zo'n popgroep met London Cities en de Marshalls, en dat was in zijn keukske die woonde in zo'n klein huisje aan de kerk van Ramenam. en dat was zalig, met vijf mannen. En, en repeteren en dan kunnen optreden met popmuziek. Mm -hmm. hè, want ik zing dood graag. Eh, eh, ja. Want ik wou daar in en met humor. Dat was ons ding: Cabillaar. Ja. Dat was in 1974. En we deden al de voorprogramma's van de bekende kleinkunstenaars, Remote Genuw, de Branan enzovoort. Want ja. dat was formidabel. Ik had vijf muzikanten, alla Beatles, drie, drie gitaristen, de bas, de slag en de, en de solo. Hmm. Dan een synthesizer, maar helemaal nog Ga ja, jij, jij zong alleen nog? Ik zong hè? zong. Ja. Ik was de zanger ja. en, en ik, de, ik deed twee nummers, dat was het Nederlandstalige. Ja. En dan deden we een sketch en wij twee nummers en een sketch. Dus jij deed wel altijd een sketch? Dat deed ja, al van ja, ja, in het begin, ja, ja. Ja. dat was K er al bij. was humor en muziek. En ja. ook twee keer 50 minuten mee aan pauze. Ja. En dan die vuilprogramma's toen, al, al die beroemde gasten toch? hè en we kunnen wel uit, Chris de Bruin, ik kijk erop, Johan Vermine, uh, nog met Ivan Heijlen, uh, 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 Schuinwijverken. En als je dan in dat voorprogramma mag staan... En hoe was dat optreden met zo'n gasten, vooral? Als, ja. als je die in het echt meemokte. Ja, dat was indrukwekkend. Dat waren toen verdetten. We, we hadden ook contact met die gasten, met Wim de Kralen en zo. En ik vond dat, wauw. Uh, ik was toch al een zekere leeftijd, ik was 23 jaar, en ik begon maar dan. Op te treden. Ik had dat met de Scouts gedaan en met de vrouwenbond, en, en met mijn valisekeur. Maar nu was dat met, met vijf muzikanten en, en ook dat toekomen. Uh, en zingen heb ik, ik alle deel graag gedaan. Hm. Uh, want ik wou echt doorbreken. Ik een jaar heeft de kans gehad. We hebben nog met kusters gewerkt. En al. Hebben, ik heb nog in Nederland de kameretten meegedaan. Maar zo altijd net niet. Zo mm -hmm. net niet, net niet, net niet. Ja. En frustreerde u dat? Werd gij er zat van, of zot van? Zot nee, 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 maar ik, ik, ik had altijd een job en ik had mijn hobby. Dat was een hobby. Mm -hmm. Maar ik kwam wel vroeg of laat. En wat deed jij je dat Wat was uw job toen? Ik was eerst uh, aankoper van Bayer. Uh, Kanaal Doc B1. Dus ik heb zeven jaar aankoper geweest bij een Bayer. En ondertussen had ik mijn, mijn groep. Die... Want zo kon ik maar leven. Mm -hmm. Ik tenniste, ik had mijn groep en ik had mijn werk. Ja, tenniste? Ja, tennissen, zonder klasse. Recreatief of gewoon recreatief uh, Of wel wedstrijden ook? Uh, nee, nee, nee. Maar ik, het grappige was, ik, ik zag er tamelijk goed uit in de tijd. Ik was wat bruin en al. <laughs> en uh, ik begon tennisles te geven aan de vrouw. gaan <laughs> ze nog altijd bruiner als mij bij de way. <laughs> ja, 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 dat ja. 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 Ga je altijd een goede kleur? Ja. Dat is mij opgevallen. Is ja. dat natuurlijk? Of dat, gaf... is, dat is ten eerste natuurlijk. Ja. Ik, ben, ik word heel rap bruin en ik zit graag eens in het ja. Ik woon tamelijk goed, ik heb een zwembad. Hè? Uh, of mijn terras of mijn bureau. Ik zit graag zo in het zonnetje. Ik neem mijn vakantie. Ik ga niet op vakantie. Ik neem mijn vakantie thuis. Ik probeer mijn vakantie thuis te hebben altijd. Ik ja. zit heel graag thuis. En ik vind dat plezant. Kijk, ik bedoel nooit een zonnebank. Maar ik doe... Leg het na, maar het. Nee, nee, nee. Dat je nee, de nee. drukmannen met zonnebanken. gericht had. dat Dat is die zin. Maar <laughs> ruiken die is wat verbrander. Ja. Nog kieken. Die rieken naar kip. <laughs> ja, ja, ja. Ik heb het altijd geweten. Maar je hebt, je hebt dan een tijd met KBR hè, opgetreden, je deed al sketchen toen, wanneer is het moment dat je eigenlijk dacht van ik kon nu eigenlijk alleen maar voor de, voor de humor? Dat was, dat was met theaterfeit. ik had met een buyer, ik was aankoper, ik had met een groep, maar ik wou, uh, ik, 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 ik zeg ga ik niet mijn hele leven hier, dat was van in Bonneu de 55 kilometer rijden. Toen konden we nog uh, half zijven vertrekken. En kwart voor zeven de trainpakket in Mechelen. Je kon daar parkeren. Mm. En over die ring kon je gaan vlot draaien. He, dat, dat was zo echt. Uh, dat, was, uh, dat klinkt als science fiction nu, wat je nou hoort. Ja, ja. Hoe lang dat je overal nog moet. Zelfs dat zet. ik dat nu zou moeten doen. Ik begrijp niet dat mensen dat nog kunnen gaan werken. Ik, bedoel, ik stond mm. op een kwart na zes. Om half zeven vertrok. Dus ik had maar een kwartier. Dus de kwasten met rap rap kwart voor zeven met een trein, ik kwam in Berchem station, de, de bussen, van de polder stonden dat te wachten, we reden mm. naar hun bureau, kwart voor acht, mijn gezet lezen, acht uur beginnen, half vijf, kwart voor vijf vertrokken de bussen, Berchem station, Berchem station, een hekken mechelen, met een auto in en ik kwam thuis en ik was twaalf uur onderweg. Zelf mm. ja. voor dat je dat nu zou doen, die ring staat altijd vol, ja. ik kan me niet inbeelden dat je dat nu nog zou kunnen, maar ik dacht, is dat nu mijn leven, alle dagen gaan werken, en met mijn hobby, ik zeg ik ga theaterschool volgen. Want ik wilde wel misschien acteur worden. Mm -hmm. hè, want ik trad... Uh, ik had nog niet met Luc op, ik had een KBA, ik zeg, ik ga acteurschool doen, en ik ga de sprongwagen, ik ga mijn job opzeggen, want ik was toen getrouwd, ja. en mijn, mijn madame van toen, die had tot haar 30 jaar uh, gestudeerd, of mm -hmm. tot haar 29, die, heeft, die had een collectie diploma's, 5, 6, en ik had gezegd, kijk, als je nu gaat stoppen, dan zou ik graag hebben dat jij uh, uh, de kostwinnaar gaat worden, en dan kan ik naar de toneelschool gaan, ja. want ik wou, uh, ik wou professioneel Daarvan leven, acteur. Hè? Ja. Omdat het met KBA niet lukte, wat ik denk aan mij gemaakt, met als Kustens. Dat het is een radiohitje geweest, maar dat is ook niet de grote hit geweest. Maar ik wou acteur worden. Ik, had, uh, ik volgde het Stedelijk Conservatorium in Mechelen, met René Verret en Jacques Van As, ja. de collega's van toen, wijder ja, ja, beroemd. Ja, ja. Ik kijk erop, uh, ik haalde daar heel goede punten. Uh, ik zeg: uh, ik me, uh, je moet dat doen, je moet een beslissing nemen. Ik ga mijn werk opzeggen en ik ga voor acteur. En mijn ja. vrouw gaat van mij zorgen. Uh, en al mijn. Ja, ja dat mag je. Dat zou ik in geen duizend jaar gedaan krijgen bij mij. Ja, maar dat is goed ik... gedaan man. de rest. Nee, nee, nee. Ja, maar we gaan nu verder. Nee, ik... Ik... Wacht, wacht. Wacht, wacht. <laughs> dat is nooit gebeurd. Nog dat niet te ik... enthousiast. Nee, nee. nee, nee. <laughs> het, het is het begin van een boek. Van een, van een dramatisch boek dat je nu gaat meenemen. Van maken. een Griekse tragedie. Ja, ik, ja, 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 ja. Ik kan nu wachten, zaak. Ik kan nu wachten, vertel. Dus, stop, hoe je de vrouw van mij moet zorgen. Maar, <laughs> we gaan het nog over hebben. We zijn toch nog een tijd bezig. Dus ik, oh, wat is dat? dus ik had mijn, uh, mijn werk opgezegd. Uh, ik ging theaterschool volgen. René Verret. Ik had al drie jaar het Stedelijk Conservatorium gedaan. Dat ging goed. René had me voorbereid voor een monoloog van Tsjechov. De Meeuw van Tsjechov. De Meeuw, dat is klassiek. Hè, man. Ja, Iedereen ja. hangt eraan. Hè. Ja, goed, uh, maar ik ben geen gast die, die monoloog doet van Tchechhoff. Maar bon, <laughs> we gingen dat doen, want we gingen het Conservatorium van Brussel, ingangsexamen. Ik was 29 jaar, ja. of 30. Uh, ik ging dat is ook doen. al een pak ouder dan ja, ja. de gemiddelde student. Dat ouder. is de grote reden geweest dat ik 30 jaar was en ik deed de drie ingangsexamens in Gent, Brussel en Antwerpen. Ja. He, met Dora van de Groen, ja. Senereu Favre, uh, de Mets, al de grote gasten van Thomas, dat ik enorm naar opkijk. Ja. Ik ging het daar een keer doen, ik had me goed voorbereid, ik had mijn werk opgezegd, mijn vrouw ging voor mij zorgen, ik ging drie jaar conservatorium doen. Yes, we gaan eens een keer hier iets laten zien, wat ik kan en ik begon. En je moest, je moest een monoloog van moeten doen, Moesten ik... nog iets anders doen? Nee, 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 of dat gang, was het. Dat Alleen, was in het. Da. I, Alleen dat. Dat was een vrije okay. keuze, had ik ja, ja. misschien iets komers gedaan als ik, ik binnengeraakt ja. Maar ik deed mijn ingangsexamen, je "Zijn zenuwachtig hè? Mm -hmm. en bon, ik deed Brussel nog met de korte. En uh, Roef. Jan, Jan de Korte. Ja, ja, ja Die zat er ah, ja, ook okay. bij in die jury. Boom. Uh, ging dan hadden we op... het misschien beter naakt gedaan. Dan worden er misschien wel geweest ja. bij Jan de ja. Korte. Dat weet ik nu niet, maar bon, ik heb dat <laughs> toch niet geriskeerd. Dan heb ik dat gedaan in Antwerpen met van der Groene, Van ja. der Bracht. En dan heb ik het gedaan in Gent. Met, met Jeff de mets, onder andere. En enkele. Chris Boni, die nog vroeger, later met meester begint. Wij gedaan Ik heb haar dat nooit gezegd. Dus. Ik doe mijn inge-examen in Brussel, gebuist uh, Gent, gebuist Antwerpen, het zag er goed uit. Doren van der Groen had me graag, maar het was Van der Bracht die me buisde. En feitelijk, de grote reden was dat ik een, een spraakgebrek had. Uh, van der Bracht, uh, omdat ik zo nogal uh, zo een beetje een, een vuile S-klank had. Mm -hmm. en, uh, en, en bij Ginderachten was het een andere reden. Enfin... Dat was uh, dramatisch. Uh, Gebaseerd in de drie conservatoria. Mm -hmm. Mijn werk opgezegd. Mijn caviar had ik <laughs> nog wel. Uh, en, en, en dan tot overmaat. Nu begint het boek echt spannend te worden. Mm -hmm. uh, mijn vrouw vertrekt met, met een andere. Uh, die was gaan studeren. En die vertrok met, 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 een, met, een, met een klasgenoot. Die zes of zeven jaar jonger was. Ja. En die vertrok. Dus die, ik blijf alleen achter. Als in weg, die ging... Die ging weg. Die verliet mij. Allee, kijk. Die verliet de woorden. Ja, dat is, dat is hoofdstuk 2 dan. Dat is waar hoofdstuk we, we hebben nog veel... Hoofdstuk. De dromen gaan dood ja, op ja. dat moment. Ik zou nu even reclame <laughs> lossen. Want je toch bij reclame, denk ik. Nee. Wij doen dat totaal niet. Maar we kunnen er wel in verzinnen als je wilt. Nee, nee. nee, nee. Maar bovenkijk. van boertsum Voor ja. de betere koffiedrinker die ook wel eens houdt van een streepje black metal. We zijn zo dadelijk terug met hoofdstuk 2 van het boek van Jacques Vermeer ja. Hier zijn we dan. Ja, ik heb Hoi. juist mijn ge gebied gehad, mijn glas water. Oh, dat is ik dacht dat al. Je wordt al zo onverstaanbaar, het, 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 het eerste kwam, stuk. Ik kwam te terug te staan. <laughs> uh, ja, en ook met een suppositora was uitgewerkt. Want je ja. ja, op nog lijf. Uw stoma is ook vol, dus dat je die eerste ja. wilt vervangen. <laughs> nee, als je nee, bleef, dat dat, daar... dat pruttelen, dat was dat koffiemachine. <laughs> dat, dat was maar een stoma die. Maar je zit dus, dus, dus ook bij, tot overmaat van ramp, Je zit er op geen één van de drie conservatoria door. Je vrouw, vrouw is weg en je doet je job opgezegd job opgezegd. Okay. Wat doen we? Wat doen we? Uh, de verloren zoon, kinderdag. Je, je hebt de muizen in Antwerpen mm -hmm. En je had de verloren zoon op de vismarkt in Mechelen. Dat was toen de bruine kroeg, waar al de muzikanten kwamen. Okay. Dus ik ging daar gaan tappen. Uh, de maandag uh, vanaf, vanaf half twaalf tot drie vier uur morgens. De dinsdag. Uh, vanaf middags tot s'nachts. De woensdag vanaf middags tot morgens. En bon, dat was, dat was mijn inkomen. Drie dagen in een bruine kroeg alleen. Uh, tot tot, tot s'nachts. Maar ik vond dat tof. Dat was allay, terug naar de basis. Uh, centjes tellen op het einde van de avond. En, en ik had tenminste werk. Mm -hmm. En uh, goed. En, en voor de rest had ik met een dus alles liep, ja, ik had mijn werk opgezien, ik was, ik, ik, ik had een huis uh, van mijn ouders gekregen. Ik was enig kind, hmm. ik had een huisje in houden. Mijn ouders zeggen, wij gaan, onze pa was in pensioen bij de Rijksrecht op zijn 56 jaar, en zij mochten ons huisje meer in houden. dus ik, ik had geen uur te betalen. Ik had een klein otterke, uh, ik, ik tapte wat, en uh, ik kon leven. En, ja. uh, en af en toe, denk ik, nog zo een licht optreden met, 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 met mijn valise. En, 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 en uh, voilà, dat was het. zeg, dat is mijn leven nu. Mm -hmm. Maar dan is het beginnen te gaan, om MMT had dan dringend een acteur nodig. In de tijd, Gabriel van Landeheim, die stapte net af in een ruzie, geloof ik, in MMT. Ze moesten dringend een acteur hebben, maar ik was vrij. Mm -hmm. Kunnen jullie komen? Ah oh, ja. Dus ik ben dan ingeschreven in MMT, toch als beroepsacteur omdat. Ik een, 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 een. Ik moest hem vervangen, uh, uh, Who's Afraid of Virginia Woolf? Okay. Nee, het koekoeksnest, sorry. Het koekoeksnest. Het koekoeksnest, dus die moesten een herneming doen hmm. in september, dat, dat was in het seizoen geweest. Ze hadden dringend een acteur nodig. En wie moest jij spelen dan? Dat... Een gandekappen in een rolstoelje, <laughs> met een bruin kartonnen duis met een bom in. En, en met een tik nerveu, ik heb al. Ik heb altijd een tiknuf, dus daar had ik weinig moeite mee. <laughs> en, uh, en ik moest, denk ik, stotteren ook, dus dat kon ik ook goed. Ja. Maar, dat werd er genomen in september. Ik kreeg die brochure in de vakantie van de regisseur en dat was het. Dus ik moest mijn rol, mijn teksten leren, maar ook al de bewegingen. Dus dat was allemaal getekend door de regisseur. Dus ik heb dat volledig geblokt op mijn agenda in de vakantie, zonder hulp. Ja. En in september spelen we in de Vlaanders voor de eerste keer. En, en, en nog een ene keer een generaal in de middag voor al de acteurs een beetje op te frissen. En s'avonds speelden we. En ik zat daar als een acteur tussen al die acteurs, zodat ik er geweldig naar opkeek. Ja. En ik speelde dat mee. Af en toe kreeg ik een stoot van een acteur met mijn rolstoel naar ginder of naar daar. En ik speelde dat. En al die mensen die vonden dat voorbeeld. Ik had erop geblokt. Ik zei: deze kans moet ik, moet ik pakken. Mm -hmm. En ik was beroepsacteur. Ja. Formidabel. Wauw, <laughs> uh, wow. gedaan met de verloorzoon. Ik had daar acht maanden getapt en ik speelde in, in, in het gezelschap. Gewoon niet vergeten, het MMT, het, het theater was toen het theater in Vlaanderen. Ja. En in Nederland werden we tournees van twee maanden al de grote schouwburgen uitverkocht. Dat waren echt vedetten, het en ik was natuurlijk wie de zat, bijakte. Wie zat daar allemaal in toen? Oh, de Jacques Van Nasser, René Verret, de Weert, noem maar op. Jonge Doks, allee, uh, ja. uh, Manu Verret, René Verret, uh, Mandus de Vos. Alle mannen van de collega's. Hè? Ja. Hey, Tessie van Moerenhout, Tessie Boerenhout. Uh, 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 dus al de beroemd die ik thuis had daar in de gezelschap, en ook in Holland, dat was, uh, dat was een enorm succes. Dus ik heb dat drie jaar gedaan. Mm. Maar ik heb nooit mijn beroepskaart gekregen. En ik kreeg een aangetekende brief van Manu Verret, dat, uh, ja, uh, dat was Poma, minister van de, de, de Pvv toen, mm -hmm. de Open VLD nu. Ik kreeg mijn kaart niet en uh, ja, ik, ik moest vertrekken. Weinig fiasco. Dus, maar, maar het punt is, al mijn grote fiasco's is altijd mijn geluk geweest. Ja. Gebaasd op conservatorium, anders was ik nu nog altijd een acteur, ja. ik ben lever -comique. ik zeg altijd... Het is beter eer een badje te hebben van komiek dan acteur. Ja. Dus <laughs> uh, ja, dat is, financieel is dat een enorm verschil. Dat, dat zal wel zijn. Dat is een enorm <laughs> verschil. Of dat je een acteur bent of ja. een komiek. He. Ja. Ik heb altijd geprobeerd op dat badje van komiek te hebben. Ja. Maar natuurlijk had ik doorgeweest in het conservatorium, dan was ik een acteur geweest. Mm. Als ik in mijn tijd mijn, mijn beroepsgraad gekregen, was ik een acteur gebleven. Ik had ondertussen ook KBA opgezegd. Ah, ah ja, mm. want ik, ik kon dat niet meer combineren. Dus ik zeg KBA op. En ik speel in het MMT, wij deden grote tournee's in Holland met zo'n bus met kaarttafeltjes en we speelden uh, 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 wat speelden we nu? Ja, wezenen, wat weet ik allemaal. Mm. En dat was fantastisch. We deden heel Holland, we bleven slapen. En dat was heel een dag kaarten. Die voorstelling mm. begon in Londen. Ik heb vijf stukken gespeeld, TMT. Mm. We zaten we met acteurs. Het begon, de nek op. Ja, dus we waren, begonnen met vier. Ja, het is aan mij. Ja, Jos <laughs> pakte over, Up, spelen. Een andere pakte. Dus wij speelden heel de tijd kaarten tijdens de voorstelling. Maar geregeld gingen we naar het podium. <laughs> Dat was fantastisch. En, en, en is, dat, is dat zo dat je eigenlijk zo, hoe moeten we dat zeggen, dat je daar zo geroutineerd in wordt, dat je er zo goed ja. in geworden wordt, dat je dat compleet kon losmaken van het is nu om mij, ga op, ja. ga doe je ding. Wat is het verschil nu met de ja. Ik nu? Als je teksten van buiten kent en je speelt een stuk, dan zeggen de mensen: ga er niet bijna 60 voorstellingen. Hè? Mm -hmm. Dat kan ik me inbeelden, wij er soms honderd. Als ik optreed nu, ik lees mijn teksten niet van buiten, en dat is elke keer iets anders, en er komen al nieuwe dingen bij, en dat blijft boeiend. Mm. Ik kan daar niet genoeg van krijgen, ik treed ook heel graag op, maar als acteur moet je exact aan uw teksten houden, en wordt dat, ja, wordt dat de routine, hè? allee, kun je dat inbeelden, ja, trouw, Jan zegt van van mij, hup, je bent weg, ik komt terug, ja, zo bedankt, jo man, he, tot z'n beet, hup. en dan wordt het nummer geklapt, hè? Dat, dat was automatisch, want nu nee, zegt een D dat, boom, die vertrekt een D, dat, een... dat was echt een machine. Ja. Dat, als wij vertrokken in Mechelen op die een bus in Holland veel filosofie doen. Zaten we soms vier uur in een bus en kaarten. Hè? Ja. Eh, dat was, dat... We worden, worden een betere acteur dan een kaarter of andersom. Je wordt een goede acteur, want je speelt tussen tussen fantastische acteurs, maar je wordt ook een goede karter. Mm. Uh, dus uh, ik ik nogal alle deel graag, hè. Ja. Dat is nog eens dat ik altijd uh, fantastisch vind. Hè? Want je gaat op het moment dat probeer ik me aan af te vragen, met dat vooral dat jij vertelt, want uiteindelijk, je gaat acteren, je voor een publiek, mm. je kruipt in een rol. Uiteindelijk. Ja, je kijkt niet naar je publiek. Dat mag doe niet, ik dat... Als acteur mag dat niet, hè? Dus als een performer, dat zijn we toch? He? Ja, ja, ja. ja, ja. Dan, ik, ik zie dan mijn publiek, ik speel met mijn publiek, ja, ja, ja. maar als acteur is dat het, het zwarte gat, hè? Ja, de vierde eh. wend. Je speelt Ja, ja, met ja, elkaar. Ja, toe. Dat, dat is het, het nadeel van een, dan, een acteur. Wordt, wordt daar nooit ingespeeld op reacties nee, in een publiek? Nee, 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 dat mag niet, want dat zijn dan, dat zijn dan slechte acteurs. Die, je hebt ook acteurs die beginnen. Een spelletje te spelen met u. Ja, 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 ja. want dat zijn, dat zijn klotenacteurs. acteurs, ja. je, je, moet, je moet je spel doen. Hè? Ja. Ik heb nog geweten, met Manu Verret, probeerde mij daar alle in te lappen. In het begin is dat plezant, maar als je dat 110 keer gespeeld hebt, ja. en je ziet op in een acteur, en die probeert je te doorlachen, dus ik had ik elke keer moeite, want dat is niks zo erg als een slappe lach te hebben als het niet mag, <laughs> ik vind dat verschrikkelijk. Ik doe mijn ja. job goed, ja. uh, en, en zeker in een komend stuk, een, een ernstig stuk. Uh, maar dat is het verschil met wat dat wij doen. Ik kan me zeilen als ik optreed. Mm. Je hebt reacties en, en je speelt in een zaal. Je ziet een dam zitten en op roept er iemand. Dat kun je als acteur niet. Dus wat, mm. dat is weer het geluk geweest, dat ik ontslagen ben. Achteraf bekijken. Ja. Dat was een ramp. Dat was mijn tweede grote ramp. Dat ik meemaakte in mijn leven, wat ik kapot van zat. Hey. En, en wat nu? Een aangetekende brief. Je hey, had nog drie maanden dat je betaald werd. En gedaan, hè. Wat doen we nu? Ja. En het begint weer opnieuw. Hè? Maar oh, als je nu het derde hoofdstuk gaat lezen... We gaan nu. naar hoofdstuk drie. We maar eerst reclame. reclame. Eerst reclame. <laughs> eerst reclame. Voor mensen die niet weten wat ze moeten doen met hun vrije tijd. Deze terminator <laughs> hit zal nooit ja knikken wanneer jij het nodig hebt. Hij zegt nee wanneer je het nodig hebt. En dat is soms heel erg belangrijk. Terug naar zaak Vermeijden met deel 3 van zijn ja. boek... Over zijn leven. Ja. Hoofdstuk 3. Te koop in elke boekhandel. Hè? Te koop ja. in elke ja. boekhandel, ja. inderdaad. Meteen, dat gaan we maar, zoiets. Met de slechte. Bij de slechte. Ik stond erdoor, van achter. De ja. slechte boekhandel. Ja. Ja, ja, dat is altijd ja. goed. Wat een, wat een slechte naam van de winkel ja. Ja, is dat eigenlijk. Dat is altijd dat je denkt: hij man, zo, zo, worden dat gekocht, de slechte. Je hebt al ja. niet de naging om eruit naar toe te gaan. Nee, nee. ik niet. Met de juiste, trouwens, in de slechte hè? Ja, ja. ja, 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 ja. Dat het, maar dat is een hele goede boekhandel. Dat ja, is juist het grappige De slechte moet je ja, zijn. Bij de Oké. Cool, dan hebben we reclame gemaakt voor mensen die niks voor ons doen. Nee, ik die gehoor, doen niks long. voor ons. Mag niet. Allemaal niet belangrijk. Maar we zijn nu aan hoofdstuk 3, Dus wederom, gewaard acteur. Nu zit het weer niet. Je hebt geen beroepskaart. Dus je staat weer terug. Ja. Boeit je dan nog wat ik zeg? Ja, maar dat boeit mij keihard. Oké, ja. <laughs> Ja, maar, dat... Geef ik de indruk dat het nee, mij niet nee, 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 nee. interesseert? Nee, het zou Jezus kunnen, Christus. Dat gezegd is nu genoeg. Zu... Je niet met je gezagd? Nee, de... nee, jongen, zorg zoveel do, als je wilt. Hier is de plaats voor te zagen. Dat is de reden waarom dat wij hier nou, zitten. kun je niks anders doen. Niet? Man, ik heb één vraag gesteld. Dan ga ze al een half uur aan het gaan. Dat is belachelijk. Ik moet niks doen. Vertel alles. Dus ge... Want. Dat is, euh, allez, ik zal even onderbreken, misschien, om, om even duidelijk te maken dat dat bij ons heel vaak allemaal hetzelfde is. Ik had ingangsdame gedaan voor Herman Terlink. Ik dacht, ah. ja, deze schoot het hier zijn. Ah. Ik ga vier jaar opleiding doen ja. en ik was er ook niet door. Ah, voilà. En dan zei hij, ja, begint morgen En Ik had een job in de in in opera. Ik werkte in de opera ah. in Antwerpen, maar dat was, ja, dat was niet mijn dromer. Mm. Dan zat ik toch al in een theater. En dan moesten ook gewoon van nul beginnen en het maar zelf gaan Dus ga volgt me. Dus ik snap ah, perfect. Ah, ja. Ik snap perfect wat ah, je bedoelt. Ah, ja, ja. Maar veel commederen hebben zo iets ja. anders gedaan, hè? Oh, ja, Allemaal. Soort, uh... dus dat wil zeggen dat dat er geen geen studierichting voor is, hè? Niet nee, om, dat is omdat we niet slim genoeg zijn. Ten eerste. Wat moesten we slim zijn? Dan gaat dokter in de geneeskunde, een de, de architect. Ten eerste, je moet al een beetje dom zijn om komiek te worden. Uh, ja, zo, zo had ik het zelf nooit ja. gezegd, maar je hebt wel keihard gelijk. Ja. Ik probeer dat gewoon al jaren te verbergen. Maar de, dat dat er is geen uit. enkele komiek die de eerste is van de klas. <laughs> He? He? Dat is waar. Een ambtenaar. Het ja. is, is nooit de eerste geweest van de klas, maar ja. wij ook niet. Nee. Dus we staan op hetzelfde niveau als de ambtenaren. Ja, dan gaan ze die hier afschuwelijke dingen aan zeggen, ja. maar ik wil wel meegaan met Ja, ja, je ja voilà, maar, maar je hebt ambtenaren en ambtenaren, hè? Uh -huh. maar we zijn op dat niveau. Ja. Hè? Alleen dat wij ja, iets, iets uh, ja, financieel sterker staan. Ja. Maar bon, dat, dat is nu een ander leuk, <laughs> Derde hoofdstuk. <laughs> Vertel. Maar ja, dus uh, zonder werk. Hè? Mm -hmm. Drama. Ja. Uh, Vrouwweg. Al dan eerder ja, <laughs> ja, en tijd. Al. Inderdaad, dat je er niet intussen nog niet een gat dat ook weg is gegaan voor, voor elk hoofdstuk een, een nieuwe. Nee, nee, nee. nee. Ik ben, okay. uh, op, op gebied van vrouwen is dat, over, is dat overzichtelijk. <laughs> uh, maar dat, moet in, dat, dat ga ik hier niet direct lossen, want dat staat in een boek. Oh, en... Dat moet hij niet doen, dat moet dat nee, nee, niet doen. Nee, dat bedoel, dat wel die, ik moet ze wel nieuwsgierig maken van dit een boek met de slechte Wat had hij ja. daar allemaal mee gedaan? He? Ik heb hem half gelezen, he? het is niet normaal. <laughs> maar... <laughs> Dus, ja, dus schoenen, 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 schoenen. Schoenen. Ja, mijn, kamerad, nee, mijn beste kameraad had een schoenhandel. Okay. Import uit Italië. Daar dan ga je gewoon werken dan nog van Ik ben gaan werken, ja. Dus ja. ik heb voor de fascistische staten gewerkt. Ik heb voor de Duitsers <laughs> ben ik aankoper geweest. Mm -hmm. En voor de Italianen, hè, dat waren bondgenoten, ben ik dan uh, schoenen gaan verkopen. Hè. Dus voor teen, ik sprak ik vloeiend Duits. Ja. Hè. Ja, toen sprak ik vloeiend Duits. En kun je het nog altijd? Kanst u nog zo'n Duits? Ja, 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 ja. Maar het is al zo lange erlitten. Ja. 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 Maar dan ook uh, Italiaans. Uh, wij de import vanuit Italië. Met de streken Tjevitanova, Marke en Napels. Mm. En uh, ik moest. Uh, ja, dat, dat was de kans. Hij had een verkoper nodig. Ik zat zonder werk. Ik zeg: Oké, okay, uh, ik ga schoenen verkopen. Ik weet nog goed, mijn eerste dag, spannend. Ik moest uh, prospectie doen. Dat is het, sp het spannendste in schone, nee, dat is met vallezen, met zo'n Het met zo spannendste in schone, dat vind ik al een keer goede ja, zin, ja, vooral ja, met ja. Te beginnen. Ja, het begin. Je dat je ze te klein koopt. <laughs> dat is echt het spannendste in schone. Maar ja, dus prospectie. Wat bedoelde Dat is gewoon naar een stad rijden en de, de eerste, de beste winkel binnen gaan en zeggen. Mm. Mag ik mijn schoenen laten zien, maar in, in mijn, in mijn valise? Want als je dat toont, zonder valise, is dat belachelijk. Dan wordt dat raar. Mag ik mijn schoenen laten zien in de winkel? Dat mogen we niet toe. want dan, dan denk je dat je in de stront getrapt hebt. En dat mogen we niet toe. Dat moeten we erop letten. dat is een handige tips dat je maakt. Ja, ja, ja. ja. Uh, yeah. Maar je komt, hè, als je carrière wat naar beneden zal gaan, dan is dit gesprek. Zal gaan ook al. Ze hey. zijn het al aan het voorspellen dat het sowieso gaat gebeuren. Dat vind ik ook al heel tof eigenlijk. Ja, maar ik geef je tips. Ja, ik weet dat. Ik hey, pak voilà. ze allemaal mee. Ja, 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 want ik, ik, heb het allemaal, allemaal ik heb ook succes gekend. <laughs> <laughs> maar ook miszijden. He? Het, oh. het, het is altijd de golven bij je. Oh. je hebt, hebt vroeger miszijden gehad, je hebt succes. Maar op je wet, wat gaat er gebeuren? Enfin, ik vang je op. Ja, dat is gaaf. Ik heb maar een op, op, zijn blij ik, dat gaat er zijn. Ik heb een opvangaar dus, uh, ah, staan. Dat is gaaf. Maar, maar dus, dus je ging op de prospectie verschonen. En de eerste dag uh -huh. kom ik een winkel binnen. En uh, dat, dat was een winkel die pas dat was mijn eerste klant. Hmm. En ik verkoop daar. Dat waren mensen die pas begonnen waren. Dat was in Kerenbergen op de Noek, waar nu een restaurantje is. En die kochten maar denk ik 200 paar schoenen, Dat geeft net kik. Dus moeten we want dat wordt dan besteld in Italië, dat komt dan binnen. We hadden geen schoonwinkel. Jongen, dat was zalig. Verkoop. Ik verkoop nog altijd graag. Hè? Ja. Ik ben vaak in scène verkoper. Hè? Okay. Ja, ga je ook. Want wij hebben, ons eigen, wij hebben maar één product, dat is uw product, en, en ik. Dat ben ik. ik hè? Ja. Dus, maar wij moeten dat ook, dat product verkopen. Maar als we schoon En dan, dat is zo met, met rijksen, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Hè? 1, 36, 2, 37, 3, 38. En ik, ik denk dat ik 200, kunnen er 400 geweest zijn. Ik deed een monsterbestelling. Ja. Ik ging nog wat verder. Ik deed nog een bestelling. Ik kom dat s'avonds toe bij mijn kameraad. In zijn villa. In zo'n klein benijpen. Uh, bureau, Met tapie en Met een ontheer daar rondliep. Zo met allemaal haar erop. En ik, ik had mijn bonnetjes af en ik voelde me euforisch. Uh... Ik vind het wel heel zot, want gij, hoe, hoe enorm hard dat dat... je hebt eigenlijk in een heel groot uh, theatergezelschap gezeten. Jij ja. hebt rondgetourd door ja, al ja. de grote zalen. Jij hebt tussen super-top acteurs gestaan. Je ja, hebt ja. die job kwijt. Je gewoon schoenen. Ja. Hè, maar verkopen. Ik, maar ik was totaal niet bekend hè. Ja, maar, ja, maar wat ik wel zot vind is dat jij er, dat jij hoe dat jij dat hier nu aan het leggen zo dat jij, jij dat een enorme beroepsere met die zender wat dat jij doet Ja, doen, Ja, maar je, je moet geld verdienen hè. Ja. ja, ja bedoel, dat was een ramp, maar er was Jacques Vermeer. Zelf je dat ik nu als Jacques Vermeer een bekende mens moet schoenen gaan verkopen, dat het misère. Dat is minder plezant hè. Ja. He, wat, wat, he. Ja, dat is uh, die toekomst waar jij er just over bezig? was. Ja, he, dat he. wij misschien samen gaan moeten ja, doen. Samen. <laughs> of, of, of leken zingen op straat. <laughs> he, we zijn al tweerzangers. Uh -huh. uh, maar nee, maar, maar oké, okay, goed. Maar ik had er nog verkocht. Het probleem was dat hij in de winkel na een half jaar failliet was. Want hij had te veel bij mij gekocht. Want hij had te veel besteld omdat hij nog van andere fabrikanten. Dus dat was. En omdat ik goed verkocht, had ik condities, maar die werden altijd verminderd. Omdat ik, ik ben echt een goede verkoper, dat moet ik zeggen. Mm. En je weet wat een goede verkoper doet. Hè? Die moet te weten komen aan bij de klant zijn interesses. Je moet niet heel en taart blablabla doen, maar je moet hè? Ah, die zijn klaar is geboren, die zijn moeder is ziek. Je, ik noteerde dat, de vond keer is het met je moeder. Hè? En ook humor. Mm. Humor is heel belangrijk in ons leven. Doel, als je een, een verkoper bent met is het een goed product. En je bent humoristisch. En uw klant zit in de belangstelling en gesteld vragen over die mens... komt Komde overal binnen en ik werd overal tamelijk graag gezien. En ik deed dat graag. Want we begonnen, begonnen goed te verkopen, niet alleen door mij, maar we waren met drie, vier. Dat ik meer een bureau moest gaan doen en op de treidmarkt En ik moest ook eh, zorgen, als je maar met drie, vier zei... voor, de, voor de, de leveringen te controleren. Ik was meer een magazineer als een verkoper geworden. En ik werkte keihard. Mm. Hè? En na zeven, acht jaar. Uh, Worden dat ook wel wat beu, want dat was heel hard werken dat ik deed. Je hebt ondertussen... dat 7, 8 jaar gedaan? Ja, 7, ja, 8 ja, jaar. Ik heb dat nog gedaan in mijn grote dagen met de kampioenen. Ook nog de combinatie. Nee? Maar dus ik, ik verkocht schoenen. Hè? Ja. Ik, ik trad nog op. Maar Luc Verscheuren. Nu komen de belangrijke mensen in mijn leven, de superbelangrijke. Mm. Luc Verschuren met een dorpsgenoot en manager van KBR toen ja. geweest. Hè? Oh, je kunt dat zo uh, manager. Dat je, de manager is. Ik dat, ja. Ja, je kent dat, ja, je kent dat hè, van die managers. We hebben en... trouwens voor de eerste keer in de geschiedenis van de podcast. Ik kan er even bij zeggen dat Thomas, de manager van Jaak. zit hierbij. Die komt niet graag in beeld. Maar, het, maar ik moet het wel even zeggen. Dat vind ik wel heel mooi. Ik vind dat Gollen een hele mooie relatie hebt. Ik vind het heel tof dat Gollen zo vaak samen zijn. Ja. Dat, we, dat hij er altijd bij is. En wat ik ook nog altijd merk, een Thomas, even, want dat is even een tussendoortje, zo gaan we verder met het verhaal. Maar dat is dat hij ook nog altijd uw grootste fan is, heb ik de indruk. Dat hij, ja, Die, lacht nog veel is die enorm maar. hard ja? lacht met veel dingen ja? dat hij zegt. Ja? Terwijl ik ze na al zo meuga zie. Ja, ja, ja. Nee, nee, maar dat is, dat is, dat is grappig, dat, dat, dat je toch voelt heel hard ervan. Ja. Dat, dat, dat dat heel hard vertrekt vanuit een liefde, van hetgeen dat ja. je dat doet. Hè? Ja, ja, daar kan ik ook vooral over doen. Dat we beginnen te werken, maar dat is voor hoofdstuk 9. Dat is goed, en, maar he? dat is voor ze beter. Dat is voor ze Dus ja. je wordt nu nog altijd schoenen aan het verkopen. Je wordt schoenen dat al verkopen. Acht jaar aan het verkopen. Luc Verschulen doet Sportcafé, radioprogramma. Ja. Ik werkte bij de, de, de VRT Radio bij Gent. En ik deed af en toe sketchjes. Zo een radiosketchje. Mm -hmm. Ik bereidde dat voor me. Hè. Dat was voor Oost-Vlaanderen en Brabant dat ik dat deed. En ik vond dat plezant. En hij krijgt uh, de opdracht om een live programma te doen. De zondagnamiddag. Dat we, zijn, we zijn nu in de jaren tachtig. Okay. Tussen vijf uur en acht uur in Limburg. Waar dat vroeger Jos Gijze te bed of niet te bed deed. Dat was zo'n studio waar dat 200 mensen kunnen zitten. Prachtige studio. Hè? Mm. En we gaan, uh, hij ging een, uh, een, een opdracht krijgen van Jos Hij ging Jos uh, nog niet vervangen. Maar zondagnamiddag een sportprogramma zangprogramma, vedetteprogramma programma tussen vijf en acht, voor een live publiek. En er moest een cafébaas zijn, want dat was met tafeltjes. Daar kon 180 man zitten. En ik moest ook sketchjes doen. Zie jij dat zitten, Jacques? Ik mm -hmm. zeg, dat zie ik zitten. Hij zegt, hoe wil jij betaald worden? Uh, een VRT-contract of op recette van café? Uh, ik zeg, ja, een, een, ik kreeg dus een prullencontractje bij de VRT, maar ik stond op recette van het café. Mm -hmm. En in het begin uh, viel dat wat tegen. Zo de eerste keer met waffetetjes. En daar zat dan 120 man. En die dronken een billeken en een Coca-Cola. En op het einde van de, van de dag had ik uh, 2000 Belgische frank. Want ik vond dat al, al proper. Ja, hè? Zeker. Dat was mm -hmm. proper al. Mm -hmm. hè? En ik had een helper. Maar dat werd meer en meer. Sandra Kim won ja. het, het Eurovisie Songfestival. Ruud Gullied kwam. Jean-Marie Pfaff kwam van Bayern-München met, mm -hmm. met zijn Mercedes, met een chauffeur. Clouseau in de taart. Mm -hmm. Dus dat werd een hype sportcafé. En in het begin wonen wij met 120 man. Maar op een duur we, we hadden wij geregeld uh, een namiddag met duizend man. Ja. Dus dat café zat stampenvol. Die gangen stonden. Het was stonden nog vol. altijd dezelfde locatie. Ja, 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 ja. Iedereen mm -hmm. kwam daar naartoe. En in, in een ja. hof stond er ook volk omdat hij niet binnengeraakt. Want Sandra Kim kwam ja. daar, de dag nadat na, na ze gewonnen had. Ja. En Clouseau kwam daar, met al die gillende meisjes en, en Jean-Marie van Beine, en ja. Ruud Gullit, en zoveel andere grote verdetten. Um, Moran uit Frank, en ook maar op, uh, al die kwamen, en, dat, en ik had twee ik, ik en op de deur, mijn vrienden daar, ik had vrienden gemaakt, die hielpen mij altijd. Ja. En in het begin denk ik dat met een pakje chips, de deur was ik, ik broodjes aan het smeren. Ja. Sandwichjes met kaas en, en hesp, uh -huh. en, en dat werd groter en groter. En dat waren fantastische recetten die ik daar deed. Ja. En dat was allemaal, uh, dankzij de VRT, verdiende ik daar heel goed mijn boterham. En ondertussen ging ik nog mijn schoenen. Ja. En mocht ik me luk verscheuren op te treden. En dat was fantastisch. Het blijven was. Fantastisch. Ik mm. deed zondag met een sportcafé. Mijn Luc verschuurde trouwens voor de Landelijke Gilde. En voor de Basketbalclub. Niet te veel volk. Ik was nog altijd niet bekend, hè, want ik deed radio mm. maar. Ja. Maar ik deed mijn schoenen. En ik werkte heel hard. Dus ik deed bijvoorbeeld de Beurs van Milaan. Ik kwam uh, s'avonds de nacht doorrijden, want ik moest al zondags nog optreden. Daar met Luc verschuren. Voor 15.000 Belgische frank. Mm. Uh, 350 euro, 380 euro, dat was het maar. Mm. En dan zondag met een sportcafé mm. vol een bak. En ik voelde me, voilà, dat was mijn leven, was gelukt. Ja. En ik had al uitgerekend, kijk, als ik zoveel eh, met een spaarboek zoveel heb, dan stop ik met werken en ik kan weer een avondot ronddraaien en ik kan niet meer hard werken en ik kan het rustig aan doen. Ja. Voilà, ik had zo mijn bedrag in mijn kop, je mocht dat weten, ik had in mijn kop Belgische frank. En wat af en toe moeten je zoiets zeggen, zo, wat de mensen, eh, zo'n keer, 12 ja. miljoen Belgische frank. Ja. Ik zeg, als ik ooit 12 miljoen Belgische verlangen, heb, 300.000 euro, ja. dan stop ik met werken en dan ga ik alleen nog doen wat ik graag doe. Ja. Ik, had, ik zat in een huisje van mijn ouders, ik kreeg me een oude auto, als het regende, dat twee fonteinen waren omdat er roestplekken waren, het was een, <laughs> een, een, een Alfa Romeo, ik had nog eens een Mazda en die auto's, ik werd nog goed, met mijn Alfa Romeo door de plassen en dat was mooi, dat, dat waren zo twee fonteinen door mijn gardeboes, dat was prachtig en ja, dat was, uh, dat ging het worden, dat leven, ja. ik vind dat is het einde van hoofdstuk 4. Oké, okay, hey? <laughs> <laughs> Het is mooi dat jij zo in hoofdstukken dat ja, altijd Ja, het is een het is, hoofdstuk het is in, het is in hoofdstukken mijn leven. Ja. En ik, eh, ik heb me natuurlijk ook geweldig voorbereid om naar hier te komen. Dat begrijp ik nog. Je moet toch even. Dat is wel cool dat je dat ja. doet, want je merkt dat je dat bij alles doet, eigenlijk dat je zelf zegt, je zit aan het, aan het praten met je klanten, jij onthoudt wat die zeggen, ja. jij schrijft ja. dat op, jij pakt ja. dat de volgende keer mee. Ja. We kunnen toch in twee uur zitten lullen om te lullen? Dat gaat toch ook niet, hè? Bedoel, uh, er zijn massas hè? podcasts waar dat daar wel bij is. Ja, ja. Ik heb altijd het gevoel dat als je zeker als je iemand gelijk jij hier hebt, eh, die wel eens iets te vertellen heeft over zijn mm. leven. Ik bereid dat ook altijd voor. Ja, maar ik heb dat gezien. Omdat ja. Ik kan ik hier niet zomaar zitten en hopen dat het lukt. wordt. Nee, nee, nee. nee. Maar ik, 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 ik had het ook al van u gehoord, zo, want eh, jij, kent, jij kent ook eh, de Peak en de Wulf heel goed, die twee gasten ja. van Comedy, eh, die, 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 wat, die trouwens uw grootste fans op de wereld zijn, ja, ja, ja. denk ik. En die, die vertelden dat al over u, dat jij iemand hè, dat, dat altijd zo enorm tot in de puntjes ja. weet wat dat hem gaat zeggen als jij een interview doet en dat ja, soort dingen. Ja, en ook dat is uit respect eh, ook. Ik ik heb de Joker ook al gedaan, maar natuurlijk daar zit een met 80 man. En dan krijg je de lachers en dan wordt het meer een, een sjouwke. Ja, 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 ja. Want, want dat is dan. Een, hier zitten wij aan een tafeltje en, en we hebben. Natuurlijk moest ik wel lachers hebben hier. Het, als je 80 man lacht, dan begint het. Dat speelt ook voor dat publiek. Ja, maar nu ja. spelen we niet voor een publiek. Nu speel ik, ik me Dat was exact de keuze waarom ik tot hiertoe niet gekozen ah, ja? heb om deze te doen. Omdat ik ook weet wat dat is. Ik heb heel veel bij de Xander op zijn podcast gezeten. Mm -hmm. En dat is als je dat live doet in een café. dan heb je toch de neiging om voor dat publiek te beginnen spelen. En dat wordt dan wordt dat meer show. Terwijl ja. als je gewoon wilt babbelen. of dingen ja. wilt te weten ja. komen over iemand. is het altijd gemakkelijker ja. dat je ja. gewoon tettert. Ja, wel. Maar we zijn goed. intussen al een hoofdstuk. Uh, wat Vier. was het einde? Ik denk dat, dat we nu aan hoofdstuk 5 beginnen. Dat is cool, eh? ja goed. Laten we beginnen ja. aan hoofdstuk 5. Ja. Dat is mooi, wij delen dat gewoon al in ja, voor ja. de mensen die kijken. Ja. Hoofdstuk 5. Dus, uw leven is goed. Het loopt allemaal klaar. Het loopt goed. allemaal zeer goed. Je uh, doet sportcafé, je doe hebt heb een schoenen, Je hebt een huizenkoek. Je doet een auto met een fontein eruit, dat het ja, regent. ja, ja, ja. ja bon, ik heb dan nog wel een andere gekocht die dan aan een tijd ook begon fonteinen te hebben. Maar <tie> ik leefde dus sober. Ja. Totdat, uh, ik doe dan mijn sketchjes als Fonske verzeilen. Mm. live dat was, dat was de mensen bedienen, de Luc deed het teken, ik deed ook de warm-up van het programma, ja. hè? dus daar heb ik ook veel door geleerd, warm-up te doen, veel warm-up is al een stand-up Ja, eigenlijk hè? wel ja. Zeker. En, en je moet al vijf à tien minuten, moeten jij ja. daar... Uh, Moeten we stand-up doen, stand doen? Dan moesten gaan de mensen bedienen. Hè? Dat, dat caféke dat goed moet Ik had de verloren zoon gedaan. Dus ik, ja. ik doe dat ook graag café. Ik zou graag café doen, ook, bijvoorbeeld. Ik, eh, dat ook. ik ja. heb dat ook. Ik heb dat Mijn vrouw weer een café, ja, de joker. En ik heb altijd gezegd in mijn. In mijn hè, zo, ik denk dat we dat allemaal een beetje in ons hebben. Het is wat dat je zei, We zijn een beetje. Hè, de, we stonden wel gelijk met ambtenaren. En wij zijn degene die dat altijd een beetje proberen van altijd om uw kosten te komen, maar je hebt, omdat je een heel onzeker bestaan hebt, je blijft daar mee pakken, hè? Dat idee van het kan allemaal gedaan zijn. En mijn idee was altijd, wanneer dan kom ik tappen in de Joker. Ja. Dan zet ik wel bij lullen met de mensen. En ik zal ja. ik zal het, hey, ik, ik maak dat. In mijn kop ja, ja. is dat iets realistisch. Ja. Hoe raar dat dat ook is. Ja, maar, de vrouwenzoon, op had ten gekomen, had ik dan misschien jaren getapt. Hè? Mm -hmm. En ik deed dat ook graag. Dat was fantastisch. Uh, Erik Meilarts was, ja. was met een DJ toen, de Nederik. <laughs> al die grote vedetten kwamen, de Polarispes en noem maar op. Al de, de grote jongens van Mechelen kwamen mm -hmm. daar. En de NERIK. Die, die draaide platen daar hè. dat was allemaal zo wat jazzy en wat weet ik allemaal, funk. En, en dat was plezant, ja. dat was een plezant leven. Mm. En, maar dan is dat veranderd. En nu zit ik in een sportcafé en dat was ook plezant. Dat was een veradering bij mijn schoenen. Ik werkte hard, maar ik, ik keek uit uh, naar, naar, naar dat sportcafé en ik dacht, dit zal het worden. Hè. Mm. Maar natuurlijk, uh, Frank Dingen uh, kwam mis op bezoek. En die zag mij bezig. Ik deed me een warm-up. Ik deed mijn, mijn sketchje. En dan deed ik mijn zakje met geld. Want ik liep zo met een shortje rond. Ja. Ik smeet dat weg. Ik deed dat. Blablabla. Bla 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 bla. Vier, vijf minuten in de net. Hup. Het was gedaan. Applaus. Hup. En weer mijn, 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 mijn zakje. En ik, en ik was weer de mensen aan het bedienen. Ja. En iedereen vond dat fantastisch. Ik combineerde dat. En, en de mensen bleven er nog een uur, een uur en een half plakken daarachter. Dus ik zat hier dan tot negen uur en half tien mee met een volle café. En dat was plezant. En ondertussen zaten de radio te doen. En we waren toch relatief populair door die radio. En hadden ook optredenkus. Ja. Voor de landelijke gildekes En wat weet ik allemaal we zo klein nog. En ja, voor red. hoeveel mensen was dat dan ongeveer? Dat je toen 150, speelde. 200. Het ja. was nooit niet uitverkocht. Frank Dingen komt. Die zien me bezig. Die God, verdekken, Die had uh, voor Meesterij Begint Weer. Mm -hmm. Zij zouden ja graag concierge uh, spelen bij Meesterij Begint Weer. We zijn nu bezig in 87. Ja. Hey? Ik zeg: ja, oh, televisie. Wauw. Dus uh, goed, ik doe Meesterij Begint Weer. We kregen daar prijzen mee. De kinderkastprijs. We hebben daar uh, nog een Duitse prijs mee gehaald. Dat, dat was populair door Frank Dingenen. We hebben ja. begonnen op te treden. Bart de Pauw, mm -hmm. een van de klasgenoten. We traden op. En mijn Luc Verschuren. En Frank Dingenen. En een Bart. En ik. We volle tenten. Frank Dingenen was de grote vedette, En ik was aan het optreden. Vol een bak. En voor vijf volk. Ik profiteerde van de Frank. Mm -hmm. In 1989 komt er een tweede serie van Meester begint weer. Wat ik een rol had. Met Chris Boni, en actrice. Die me destijds gebuist had voor mijn ingang, <laughs> die nu de directrice was. Een heel lieve vrouw trouwens. En ik heb haar daar nooit iets gezien. Heb je dat nooit gezegd? Nee, nee, nee. Maar nee, nee. ah, wel Chris Boni, na wet het. Ja, maar bon, <laughs> goed. Dan, ja, ik neem maar dan niet kwalijk. Maar dat, maar nee, dat geeft ja, een natuurlijk. voldoening. Hè, want een mens is dikwijls gefrustreerd. Maar door al die dingen dat ik deed. dat is niet zo plezant dat je voelt. Het is toch goed gekomen. En ik begin een gefrustreden die altijd maar bezig is. Ze hebben me gebaasd en ik heb dat niet verdiend. Ik heb alles verbeterd. Mm -hmm. Dus hè, ik doe meestrijd. Begint weer. Ook een succes. Maar nog niet het grote succes. Hè? Ja. En dan de drie wijzen. 89. De start van VTM. Mm -hmm. Februari. En uh, de drie wijzen starten op de VRT. Met Marc Uitroeven, Mortier. Met, met Tom Lanois. En, mm -hmm. en, en met. met de, de, de presentator uh, van Avermaat. Mm -hmm. En die mannen hadden uh, radio gedaan. Dat was een groot succes. Maar die komen natuurlijk op televisie. Dat was zwaar uh, ja, afgesproken hoe dat, dat gingen doen. En die cijfers die staken in elkaar. En de VTM startte. Yeah. En dat, dat werd dramatisch. Al die mannen die stoppen ermee. Eh, de markt en dat weet ik allemaal. Want dat, was, dat werd een ramp. En Drie Wijzen. Met een Walter Groothars. En met uh, andere mensen. En Ingrid Bergmans, mm. en die breekt haar voet. Uh, en ze moeten dringend iemand hebben. En een Ben want iedereen zegt tegen mij: Ik heb u een aantoon gezegd. En een Ben en een Walter Grota's, en een Frank Dingenen, en een die. En een die, die zeggen: ze, Je moet de Jacques Vermeyre vragen. van ja. die drie wijzen. Dus ik begin aan die drie wijzen. En dat is het begin feitelijk van de volgende hoofdstukken die nu gaan komen. Ja. Doordat de drie wijzen in februari 1989, is dat. De ontploffing. Want ja. ik, ik was al het goed bezig, maar nu, nu werd het uh, allemaal ja, straffer, straffer. Als, als je, je naar de drie wijzigingen ging, dat moment, dat je daar naartoe ging, voordat de grote ontploffing, hoe lang worden dan eigenlijk al bezig? Oh ja, dat is ik, was, uh, ik, ben, ik ben begonnen met scoutsavonden bij de scouts. Aan het kampvuur 12, 13, 14. Is dat jaar? waar dat je totemnaam Tater en de, de Gaai was? Ja, ik vond dat echt beledigend. <laughs> Ik vraag me af hoe dat komt, ja, dat ik, ze uw diernaam gegeven Ik heb nemen. u dat altijd kwalijk genomen, dat was de groep Frassati, want Frassati heeft me nu gevraagd om uh, in hun boek te komen, ik heb gezegd, je hebt, hebt me buiten gesmeten, want ik was in het college, <laughs> ik zat in het sint college in Mechelen, ik was bij ja. de scouts, eh? en uh, dat waren, college was een, de strafschool van Mechelen, uh, wie daar buiten kwam, dat werd een dokter of een architect, uh, al veel zware mannen zijn eruit gekomen. En ik ben er gebuist en ik ben daar vertrokken uit Mizeria omdat ik niet slim genoeg was. En, mm -hmm. Maar ik was bij de scoutsgroep van dat college en ik zal dat nooit vergeten. Ik was uit het college weg en ze smijten me uit de groep. Mm. En ik vond, dat, ik vond dat zo dramatisch. Ik had al mijn kameraadjes daar en uh, die smijten me buiten. Ja. En, uh, en, en, maar het is daar waar ik het vaak heb dat ik namelijk uh, uh, komisch was omdat ik aan een kampvuur. Dat was het toppunt van mijn kamp. Hè? mijn kamp? nee, daar was mijn kamp, mijn kamp, ja, ja, dat was wel ganz toll. ja ja, mijn kamp, dat was de, dat was, uh, <laughs> de avond aan, aan, aan het kampvuur met mijn, mijn sketchjes, ja. en daar zat ook iedereen op te wachten, terwijl dat moesten niet, die zeiden tegen mijn ouders, de Jackie want uh, mijn ouders en, en familie van mij vroeger, en zeiden ze allemaal Jackie tegen mij. Ah, okay. Die vonden dat formidabel, dat Jackie zo grappig was. En toen, besefte ik, dat was mijn wapen. Ja. En, uh, dat is ook grappig, hè? hoeveel comieken hun humor bezien als een wapen soms. Hè? Ja, maar een woord, dat, dat is een woord dat ik zelf ook al gebruikt heb, als ik het over mijn humor heb. Ik vind dat toch een, een wapen. In de ma Je moet toch in de maatschappij iets betekenen, vind ik. Uh -huh. uh, ik, ik ben geen mens die zo anoniem zou kunnen leven. Nee. He, ik, vind, ik heb een missie. Ja, ja. He, heb jij dat ja. ook, Alex? Ik, be, ik begrijp, ik begrijp he, jou. Roeping. Uh, ik, ja, absoluut. En, ja. Toch hebben we een beetje een roeping. Ja, ik ja. moet we op zijn de geen mensen... priesters, maar nee. we komen toch in de beurt. Ja, ja. Voilà. Het moet een roeping zijn. Ja, dat klopt. Het, he, ja, zo. En ook, wij, als wij, ik heb dat toch, als ik ergens gevraagd word in een gezelschap, ik vind dat vanzelfsprekend, dat ik dat gezelschap relatief amuseer. Ja. Dat verwachten ze van mij, want als ik bijvoorbeeld niks Mijn zou, vrienden zin... verwachten dat ik mijn aan hou zou houden. maar ik snap ah, ja, wat ja, je wilt ja, zeggen. Maar... Ja, maar <laughs> ik bedoel niet bij mijn beste vrienden. Nee, nee, maar nee, ik, ik weet, wat je, ik weet hey. wat je wilt zeggen. Je hebt ook de naging om dat te ja, doen. Hè. Ja, dat is... Dat Zelfs als ze het ja. niet van u verwachten. Nee. Je, je zit daar en je denkt, ja. als je voelt, een gesprek begint een beetje... Ja. Ja. Je hebt altijd de neiging om dat wat te gaan opfleuren. Hey, ik mee weet ook nonsens. dat ik hier tamelijk vlot moet praten. en niet ja, nee, ja, ja doen. Hè? Ik bedoel, ja. Dat had wel, dat had wel minder geweest. Dat ja. was minder was geweest. Dat, gedaan, met... wel, ja, ja. dat was toen al gedaan. Dat was het... Dan waren we al. Ja, ja, dat was al uh... Dan waren we no nooit voorbij hoofdstuk 1 geraakt. en die een boek ging om de straatstenen. Die nee, nee, we nee, nee, niet verkocht worden, in de slechte. Nee, nee. Ja, ja. Dus ik snap wat je wilt zeggen. Maar in ieder geval, dus je dan begint het, hè? Je, je zit dus in de, in de drie wijzen. We, weet je eerste aflevering nog, weet je ja. hoe dat, hoe dat, dat was, of hoe dat, want is het eigenlijk ingevallen, klopt dat? Heb ik ja, dat ja, goed ja, verstaan? Ja, voor Inge Voor, uh, voor Inge Dat, dat was niet voorzien. Dat, dat is mijn had. geluk geweest. Ja. Uh, en, 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 en ik wist, dat was in, in het Amerikaanse theater toen nog, en ik wist, jongen, dat moet hier, dat gaat er boomkopsen. zijn. Ja. Allee. Hoopte ik. Ja. Met Daniel Van Avermaat en ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik begon een beetje, uh, Daniel Van Avermaat een beetje belachelijk te maken met zijn lange sjaal, en ik deed dat uh, rustig en dat sloeg aan. En er was een tweede opname erachter, en dat was met Walter, en wij begonnen elkaar spontaan. want Walter was toen een vedette, was de zanger mm. van De Kreuners, want De Kreuners en KBR waren samen begonnen, maar Walter was, was een, uh, een wereldvedette in België, en, ja. en KBR dat, dat was... Uh... Ja. Had het, had het net niet gemaakt. Dus, en maar dat Walter er niet, dat klikte. We waren zo twee volkse kerels die zo af en toe elkaar een beetje uitschijten. En dat werkte. Uh, en ik voelde op dat moment, ik heb dat nogal verteld. Door de spanning zat ik daar achter mijn, 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 mijn bakje zo. Hè? En die zaal. En ik, ik, ik heb dat nog nooit gehad, maar ik, ik kreeg pijn aan mijn kloten. <laughs> ja, dat, dat, dat heb ik nooit meegemaakt. Okay. Dus zeer aan mijn kloten. Ja. Waarschijnlijk door. Alles, ja, door de spanning, door de stress, door, ja. door mijn broek wat ik weet niet wat het was, maar ik heb... Maar, ik, vind zie ook goed, ik zie nu de beweging ook maken, het is, uh, ja. het is alles erop en eraan. Ja, ja. maar ja, de, de, ja. Uh, ja. Maar, maar, en echt, hè? dus ik zeg, en, en dat werkte, en ze begonnen me meer en meer te vragen, en, en dat was formidabel. Die drie wijzen, dat werd de Walter en ik. En dan kwam er nog Gertie bij. Die, en dan kwam de Kamagoerkens bij. En noem maar op, en de Morties waren er nog. Maar dat was ons programma zo wat geworden. Ja. Met een Kurt van Negem, die dan Daniel van Avermaat verving. En met die een Kurt zo af en toe een knipoosken naar zijn geaardheid. Maar niet gelijk nu. Ja. Maar dat werkte. Ja. En dat was. En, ja, wat een goede kijkcijfers. En. Dan komt het feitelijk, dan wordt het nu echt het begin. Vroegen ze, de was begonnen, Gaston Leo stapte het af, iedereen stapte het af. Zouden jij geen Nadia's Avondshow kunnen doen? Mm. Want ze hadden dringend iemand nodig die komisch was op de VRT. Ik ja. zeg, de, de Luc en ik, we zijn al jaren aan het optreden, mogen wij eens komen kijken? Ik weet nog goed dat hij in Nimburg was, in een kantine van mm. de voetbal, zo met die betonnen platen, met zo'n zo piscijn te pissen. Zo aan die, aan die beton, zo met zure, uh, zo, zo een dakgoot. Ja, ja, ja. Zo met vliegen Waar je zo ja. mee allemaal neffen in, ja, uh, zonder ja. scheidingswand. Uh, ja, ja, uh, ja, ja, Zo zuur. Zo <laughs> eh. En gek. Ik, eh. ik ken het. Ja. Ja, ja. Uh, 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 allee, artiesten kennen dat niet, maar, maar wij kennen dat hè, kennen hè. dat hè, Omdat we nooit de eerste van de klas waren. Maar uh, <laughs> je blijft daar wat te veel herhalen om mijn goesting. Ja. <laughs> maar ik, ik, probeer, ik probeer weg te komen met het feit dat ik slims en dat gewoon elke seconde baren af en je hebt een beetje gelijk ook dat is heel ja, vervelend. Ja. Maar daar dus... is gebeurd aan die piscine. Ik weet nog goed, Luc Beerten met Willy van Duren was komen kijken en voor een Audiens avondshow. Want ik had al een keer met ooiekes af en toe een sketchje gedaan. Ja, ooiekes. Want hij ooit, ja. ooit verzameld als Oeijaak. dat was Ja, ja. Dat... ja, ja. ja, ja, ja. Daaruit in zijn gekomen, avond 89. Ja. En Luc Beerten die Echt in de meest ondankbare omstandigheden in een kantine van de voetbal. Maar wat de sfeer. En ik krijg de, de opdracht om de Nadia's Avondshow te doen. Uh, opgenomen in Boom. In het Cultureel Centrum. Wat ik, ondertussen ik nooit meer geweest ben in Boom. Dat ziet er nog altijd hetzelfde. Het. Ja? Ik zal het daarna vertellen. Ik ben daar met mijn laatste shows niet meer geweest. De in backstage Boom. ziet er nog altijd het is ja? Warschau in de jaren ja, 30. Ja. En je ziet de zweetplekken ja. in, de, in de zetels staan. En het ruikt naar uh, een, een zaal waar niks vervangen is sinds de jaren 70. Nog altijd niet. Nogal, ik weet het niet. Nu is het misschien beter. Ik ben er al lang niet meer geweest, maar dat was één van de dingen rond het cultureel centrum van Boom dat mij wel is blijven. Lala. En, hey, goeie een publiek, goeie, en, wel. en Een goed publiek En een goede Chinees. Ja. Dat was dan op de... Ja, een goeie Chinees vandaag. <laughs> uh, maar Bo, dus, ze vragen, kun jij naar die Dus Ze gebruiken een sketchje dat ik al had. Er werden kwikjes opgenomen, 25 en 26, van die korte sketchjes. Dat werd dus live ikke, een grote sketch. Er werd op, op, een, op een scherm voor dat publiek de, de, de kwikjes. Eh. Mm -hmm. Dan kwam ik weer op mijn rug Dat was zo gewoon in, in letters. Dat was van de rap rap, hadden ze uh, Jacques gedaan. Mm -hmm. eh. Eh, eh, dat was, ze hadden van de universiteit met bussen studenten gekomen. Uh, ik weet nog goed dat wij onze show moesten doen camera repetitie voor de 14 namiddag. Je weet hoe dat ging in de tijd. er allemaal zo'n zo cameramannen een boekje te lezen achter hun, achter hun camera. Mm. Eh, want dat was uh, vier camera's en die en dus gespeelde nu uw sketchje met Luc Verscheulen mm. voor een lege zaal met vier cameramannen die allemaal een boekje aan het lezen waren. Dus <laughs> dat allee. <laughs> een verschrikking. Dat is een verschrikkelijk. Ja, verschrik ja. In boom. In ja. da in da da ook daar nog da met veel hout zo in <laughs> Ja, ja dat ja, 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 nog, ja, ja. nog altijd hetzelfde ja, hout. Ja, nog altijd hetzelfde. Ja, hey? ja, absoluut. Dus ja. dat was, hoe gaat dat worden? En in uh, Audia's avond 89 wordt er nu zaak uitgezonden. 45 minuten. De VTM daar tegenover zat met een immense show met al hun verdette. Met zanger, zo werd ik allemaal aan tafel zo, Een immense show. Mm. En ik krijg de kijkcijfers binnen. En dat is mijn, misschien de gelukkigste moment in mijn leven, mm. artistiek. Mm. Uh, ik had 1.550.000 kijkers. Holy met shit. Oei, Jacques, ja, dat is en, wel heel veel. En de VTM uh, 280 of zoiets. Maar het was echt. Oh. Ik heb <laughs> dat nog thuis liggen. Het was. En de VRT was, was de loser op dat moment. Ja. Maar die Nourija's avond die slaat aan. Echt een kaakzuiver. Wauw, ik had een marktandeel van tegen de 80 procent. Mm. Uh, ik denk 76, 77, het, het ding daar rond. Maar mm. dat was, dat was kikken. Mm. En we hadden al optredens geboekt. En ik weet goed dat we in, uh, in, uh, in de Vlaanders, in Harelbijken, mm. de 4 januari moesten optreden. Aan de brandweer in Harelbijken, dat is een, een, een zalke. Mm. En Luc en ik komen toe. En daar staan volk voor de zaal. En daar stonden ze allemaal aan te schuiven. Het volk raakte niet binnen. En dat is het einde van dit hoofdstuk. Dan mm -hmm. hebben wij zeven jaar, 180 à 200 optredens gedaan, uh, met uitverkochte zalen. Ja. Hebben we hebben 1150 keer opgetreden met twee chalkers over zeven jaar. Ja. En meer dan 500.000 man in ons zaal. Ja. Maar allemaal de organisatoren, hè? Mm -hmm. dat, dat, die, dat, dat kunnen we nu niet meer maken, maar dat, iedereen boekte ons, Bal van de Burgemeester, nee, nee, we gaan, we gaan dat dit jaar, Luc Verschollen en Zaak doen. Ik was ook alleen, hè? er was geen concurrentie. Mm -hmm. Urbain trad niet meer op in Vlaanderen, Gaston Oleio waren gestopt, Geert Osten was er nog niet, Chris van den Durpen was er nog niet, het was enkel Luc en Jacques mm -hmm. die er waren. Dat was zonder concurrentie. Ja. Er was en we hadden een heel installatieke. Dat kostte toen 18.000 Belgische frank. Ja. Hè? Uh, we zijn over 450 euro bezig voor onze installatie. Ja. Wij vroegen 1500 euro basis. Hè? Met veel licht in ons bakkes. Met een gordijn in ons gat. En vanaf 400 was 50-50. Ja. En ze mochten niet meer vragen dan 350 Belgische frank. 8 euro. Mm -hmm. hè? We waren begonnen met 7 euro. 300 Belgische frank. Ja. En ze mochten niet meer vragen. Waarom? Wij wilden overal in heel Vlaanderen. in elk boerengat optreden in elke mogelijke parochiezaal, ja. omdat ik zei, want als je veel misere gehad hebt in je leven, was dit, ik zeg, nu gaan we er alles uithalen wat we kunnen en gaan we vol een bak uh, optreden, ja. dus ik had, ik had, uh, en mijn nieuwe zaak, ik had mijn optredens, ik was met de kampioenen nog niet bezig, mm -hmm. ik was nog maar met die drie wazen bezig, ja. 180 optredens per jaar, uitverkocht, kleinere zalen, een sportal, op de deur op mijn fiche er mag niet meer man binnen dan duizend man. Want wat deden ze? In een sporthal in een boerengat, ja. Stoemten ze maar binnen. Ja, 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 en zat dat duizend vierhonderd, stond iedereen daar recht. Dat was geen kwaliteit. Dat is een luxe dat we hadden. Maximum mm. duizend man. Yeah. Hey? Maar voor een belachelijke prijs. Da, da, omdat ik, 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 ik heb al gezegd, ik was een Carrefour of een Deleuze. Mm -hmm. Ik deed een massaproductie. Yeah. Aan betaalbare prijzen. En ik wou dat een familie met de kindjes naar mij kwamen kijken. Yeah. Dat was toen... Want ik zeg dit gaan we nu en ik deed mijn schoenen ook nog, ik deed nog mijn schoenen en ik deed nog uh, mijn optredens en ik deed nog mijn drie wijzen en ik dacht dit is nu eindelijk. Dat had jij al ja. wel gedacht. Ja, he, ja, ja van, maar deze is het nou. Ja, da dat is het en nu. En dan komt er toch altijd weer iets. Eet nog iets straffer. Ja. Wat dat ik van dacht, want nu kwam het probleem. Mm -hmm. Die de Wille van Duren, die in mijn shows deed, die, die Ouija kon. Ik heb die dan in 90 gedaan, 91 gedaan, 92. Hè. Uh, uh, de, ze gingen een nieuwe comedy doen op de VRT. Uh, uh, iets met een garagiste, met, met, met een voetbalploeg. Mm -hmm. En de Willy van Duren vroeg aan mij, en, en, en Luc Beert, wat ik zoveel aan te danken had, en Jan Gijzen, zouden jij een auditie willen doen voor die reeks? En echt, ik ben dat, ik hoopte dat ik die rol niet ging krijgen. <laughs> en ik deed dat uit beleefdheid, <laughs> maar echt, hè, want ik deed mijn schoenen. Ze mm -hmm. nogal, ik zeg: Als ik dat heb. Dan had ik mijn schoenen moeten opgeven. Ja. Zeg, en, en dat riskeer ik niet. Want je kunt nooit vooruit zien hoe gaat dat blijven gaan dat met mijn waar. carrière. Zeker. Want die ja. schoenen verdien ik ook met een boterham. En ik mm -hmm. had mijn, 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 mijn optredens. En ik had mijn drie wazen. En, en, en dat was voor mij genoeg. Want ik deed dan al discotheken s nachts ook. Want je weet hoe dat gaat. Dan een discotheek dan niet marchijden, dus ze vroegen mij mm -hmm. rond half drie en dan schiet ik daar een uur de mensen uit mm -hmm. en dat had ik succes en die discotheek stak ik vol. En, en, mm -hmm. Maar nu moest ik nog uh, kamp, acteur, en kampioenen, want ik ging de trekker zijn ja. van, van die reeks ja. met Johnny Vonders, ja. Carrie Gozes. Johnny Founders was bekend van de collega's, maar Carrie Gozes, en dat is ook plezant, Carrie en ik zijn van Mechelen en we namen vroeger de trein altijd in de en de Carrie was een tekenaar in Antwerpen voor een firma en ik was de aankoper. En we babbelden op de trein altijd van, Berchem tot in, uh, nee, nee, van Mechelen tot in Bergen. En de Carrie ging nog door naar het groot station. Hè? En uh, over ons gefrustreerdheid. <laughs> dat we, dat we, hè? Dus ik kom de Carrie <laughs> misschien tegen. Dus ik doe auditie in de hoop dat ik het niet zou hebben. Ja. Hebben dat dan extra slecht nee, gedaan? Nee, nee? Nee, 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 ik deed dat goed, ik was kalm. Ja, ik had ja. geen zin ja. Maar ik deed dat, ik bedoel, ja, ik heb toch wel die rolzeker. Ja. Ik zeg goed. En echt, dat was met dat was tegenzin. Dus mm -hmm. Ik moest nog met een, een baas gaan. De kampioenen moet ik doen. Hij zei, Allah Jacques, dat gaat je nu toch niet doen? Ik zeg, maar leuk, de, de Willy had dat gevraagd en de Luc. Allah Jacques, jong, doe dat niet. Je hebt toch werk genoeg? Ik kan je opslag geven. Mm -hmm. Kom, ik ga zoveel uh, per uur betalen en een commissie voor... Zeg, zich Ludo, ala, jong, daar ga je de, 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 de spuit van krijgen, zei hij. <laughs> <denk>. de <laughs> Jacques, daar ga je de, de, de spuit van krijgen dat je dat niet gaat doen. Oh, ja. Goed. Ja? ja, en ik heb dat dan aangepakt en dat was zeven maanden. Mm -hmm. Zeven maanden voor dertien afleveringen. Ja. Om dat te zeggen hoe dat nu geëvolueerd is ja. qua tijd voor een aflevering. En uh, ja, je kent het vooral van, van de kampioenen. Hè? Ik bedoel, uh, daar komen er dan nog een keer. Maar vertel hè? het eens, want je, je begint daar aan, je eigenlijk, hè, Want nu weten we natuurlijk wat de uh, FC de kampioenen is. Dat is de populairste uh, komische reeks in de geschiedenis van deze land. Ik denk ook de langst lopende. Nee, de, de, de maar dan loopt langer. Loopt eh? dat langer? Ja, ja dat, dat loopt langer. Oké, maar die is in ieder geval belachelijk populair. Dat is niet normaal. En ook het, het figuur Dimitri de Tremmery. is... Uh, dat moet ik u nog eens vertellen trouwens, en dat is ook mij echt overkomen. Dat was, uh, ik zat eens op de trein met twee jonge Marokkaanse gasten. En een daarvan die zegt tegen mij... Hey, ga ze die kom ik. zeg... Ja, ja ik ken een Ik, ik zaak vermijden, zegt hij. Ik zeg... Ja, hey. Ik gaat die persoonlijk. Zeg, we hebben elkaar eens een paar keer gezien. Maar die is zo... Die zo eh, Dimitri de Tremere, Ik zeg, ja. En dat was voor hem... Jij uh, wordt de, de grootste inspiratie voor alles dat hij deed. En die is een... Die is een uh, ik weet nog dat... Wacht, de naam van zijn e-mailadres was echt letterlijk uh, KamalDDT. Dus die ja, ja. had echt letterlijk DDT erbij gezet. En die zei ook van, uh, ja, dankzij die gast spreek ik Nederlands. Oh, Dus dat was echt super. En ik moest er keihard mee lachen. En ik had echt zoiets van, wauw man. Hè, dat is, je merkt wel dat dat, dat bijna generatie, en cultuur overstijgend in deze land Wat dat, dat programma geweest ja, is. Dat is. En ja. toen ga je dat begon te doen. Want ga, je krijgt een rol van een garagist. Je ja. doet auditie. Was dat figuur al ingevuld? Of heb jij die eigenlijk gemaakt? Mij. Mee. mee ingevuld, hè. Ja. Want ik moest eerst audits doen voor de cafébaas ja. en dan ook voor de garag garagist. Ze gingen kiezen. Ja. En de Carrie is dan de cafébaas geworden en ik de, de garagist. Ja. Hè? En dan... Uh, Wat een fantastische regisseur Willy van Deuren, die er echt hard aan werkte. Want de eerste jaren zijn wel goed van de kampioenen. Mm. Eh, daar werd echt hard aan gewerkt. We hadden ook de tijd, hè, zeven maanden. Hè. Mm. Wij, wij, deden, wij, wij namen op voor een, een, een levend publiek. Hè. Ja. Eh, in de grote studio, scène per scène, met de buitenopnames. Er zat 200 man en wij speelden. Dus dat was, dat was een première dat we deden, want we hadden enorm veel gerepeteerd. Hmm. Dat was bijna een theatervoorstelling en we gingen van, van scène naar scène. Hè? Ja. En dat was met 200 mensen die natuurlijk lachten. Hè? Nou, dat is geen lachband, dat is echt nee, die mensen nee. die daar zaten. Dat ja. heeft vier of vijf jaar geduurd en dan zijn ze, zijn ze die aflevering zonder publiek gaan opnemen. Zijn ze naar een zaal gegaan waar, waar er ingelachen werd met allemaal koptelefoons. Mm -hmm. Dat was dan ook natuurlijk, maar niet met het publiek dat, dat voor u zit. Ja. Hè? En, en dat was. Uh, maar wat, ik weet nu niet wat de, de, de vraag was uh, met, met, uh, met de kampioenen nu, omdat ik dat vertel: wat is de reden daarvan? Ik ben mijn draad kwijt. Dat is niet erg. Um, wat ja. je vertelde was dat, je, hè, dat, dat je, je je job had: je wist, je, je deed je schoenen nog, je deed alles. Ja. Dan kregen de auditie, die hadden gedaan. Ja. Je eh, had dan de job, je moest het dan beginnen doen. Mijn vraag was er juist van Dimitri de Trimmery, hoeveel ervan van ah, ja. verzonnen van dat figuur, hoeveel was er, uh, was er al ja. op voorhand vast. Die naam bijvoorbeeld, komt die van u? Nee, 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 nee. Dat okay. is uh, DDT, Dimitri de Trimmery, dat komt niet van mij. De, mm -hmm. de, re de regie was in handen van Willy, die daar uh, enorm veel verdiensten aan heeft. Maar ik had met een inbreng de manier waarop dat ik het speel. Ja. Met een lichte stotter af en toe. Ja. Dat is natuurlijk gekomen. Omdat ik... Ik, ik speelde een loser. En als je als zo wat praat, dan heb je rapper de neiging... Als, als ik nu heel de avond zo... Of heel de middag een, een interview zou doen met u... Dan, dan heb je de neiging om... Mm. Ik praat er zo een beetje... He, Doortje, ik, 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 en ja. dan krijg je de neiging van een natuurlijke stotter. Maar dat werd, dat werd plezant. Ja. Mijn infrastructuur... Ik kon dat vlot zeggen. Ja, ja. Uh, maar ik voelde dat met een stotter die af en toe natuurlijk was... Werkte dat enorm? Ja. In veel scènes was dat dat miserie dat ik af en toe stotterde, maar het publiek nam dat. Ja. En ook de Zaltgaan, ja, een suuuig. Dat zijn allemaal dingen die ik er ook in gebracht heb. Mm. Dat waren zo die filozoekers altijd zo van, van datzelfde. Ja. En, uh, en ook die leekers, dat was samen met de regisseur. Dus ik heb er ook wel een grote inbreng in. Mm. Ook op de manier waarop dat ik het speelde. Ja, hè. En dat ga je het, ja, zei en, en, en dat kikt het. Niemand ben, he. anders had dat kunnen gedaan en hebben gelijk, dat ga je het toe. Ja, dat is uw ja, die... smul, De Funes zijn een smoel. De Dene, alle weken hebben een smol. Uh, je hebt ook je manier van, van doen, mm -hmm. uh, je, je, je hebt je handelsmerk. Mm -hmm. uh, ja. En dat is uw fysieke hoe, operatie. Hoe dat, dat heb je toch met mensen. Daar komt een meneer naar u. En al tien seconden kunnen zeggen: al, oh, dat is een vervelende vent. Of dat is een mens die me boeit. Je kunt dat niet uitleggen. Hè? Nee. Je kunt dat niet uitleggen. Een mens die u aanklampt. Dat kan zeggen: oh, die mens. Maar dat oog. Nee, ja, 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 ja. En, en gepakt of gepakt niet. Mm. Want er is een verschil tussen radio en nog op het scherm komen natuurlijk. En dat werkt. Ja. Omdat ik daar ook speelde. En ik vind dat was de sterkte van de kampioenen. Zeker in het begin. We waren mensen die ook emotioneel konden spelen, met Doortje, ja. daar zat ook af en toe een lichte traan in, dat was ook wel, het was komisch, maar er werd ook af en toe zo'n keer even iets serieuzer gespeeld, mm -hmm. zo, en, dat, dat, en, en, en Dimitri was een tip en daar heb ik, ik, ik heb altijd enorm veel bewondering gehad in mijn leven voor Fernandel, ja. voor Bourvil, voor Toon Hermans, Danny Kaye in Amerika, mm -hmm. de, en waarschijnlijk pakte het er iets van mij. Eh, ik vond Fernand en Bourville zo'n grote komieken. Eh? Mm -hmm. eh, en waarom? Omdat dat zo die, die dat losers typen. Ja. En, 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 en Toon Hermans was ook fantastisch als hem zo de Duivis dood en wat weet ik al, ja, wat, ja, ja, ja. Sinterklaas. Ja. Dat, dat, dat was zo de rand van de, de vette Een acteur ook, oh. als ja. je ziet dat hij kon neerzetten. Oh. Oh. Dus dat zijn, dat zijn goede, Zelfs hè? de kleinste, onnozele dingen. Ik herinner me nog zo'n sketch van hem, dat hij, zo, uh, dat hij zegt van uh, dan vind ik het soms leuk van aan de zee te gaan zitten en dan kijk ik gewoon naar de mensen die voorbij wandelen en dan doet hem allemaal mensen die voorbij wandelen. In ja, ja, puur ja. fysiek, wat ja. je daar al doet. Ja. Ja. Dat is onwaarschijnlijk. Ja. Of die goochelaarsact, die goochelaar ja. die eigenlijk niks doet, maar allemaal met Hup, 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 veel met ja, te veel ja, show. Ja, ja onwaarschijnlijke gast. En ja. Er zijn toch dingen die je meekrijgt mee ja. als kind? Absoluut. En dan ja. komt dat eruit. Ja. Ik vond Doks bijvoorbeeld bij de, bij de collega's ook fantastisch. En dat zijn toch allemaal dingen zo dat je, ik zeg niet dat je die nadoet, maar. Nee, op... maar dat inspireert ja. u, hè? dat, dat pakte hem mee. Ja, ik speel zeker. heel graag zo'n beetje een loser. Ja. Maar ook een dikke nek. Ja. En in mijn show nu doe ik twaalf typen weer, eigenlijk ja. vroeger. En er zit een vetzak in een, van de MeToo-beweging van in Holland. Maar ook een loser. En, en een pornoacteur. En, ja. en, allee, en, of een priester. Ja. En, en dat doe ik graag. Ik speel graag een, een, echt een vetzak die op de popen klopt van de vrouwen. Ja. Maar ook een loser. En, ja. en dat is. In de show, wat ik nu doe, kan ik wij zo twaalf tipjes volhouden. Met een aangever. Want voelde, voelde dat er nu een verschil is. Omdat je. Eh, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld nog een aantal van uw oud dat ik mij nog herinner. Maar ook bijvoorbeeld de Kevin Vermeulen, die ja. daar dat heel gay is. Ja, of ja. zo was. Um, He, de Montpéters, dat is zo'n Westwaan die... Zo, dat is eigenlijk de helft van de tijd, zegt hij het he. Maar je voelt ook dat er he, iets als bijvoorbeeld... Je hebt ook zo'n sketch met uh, Mohammed Ben Ali, die ja. denk ik mij ook nog. Zijn dat dingen waar jij je denkt, dat moet ik nu niet meer doen? Of daar kom ik nu niet meer mee weg? Ik denk dat ik het nu niet meer zou durven. Uh, mm. uh, Toen was dat... Eerlijk, hè? Ja. Uh, op het einde van onze show doen we nog drie tipjes. Ook Sjanket de Visser. Maar ja. in... 10 à 15 minuten doen we een bis dat we doen voor het publiek. Ja. En, en, en de zaal, omdat dat echt nostalgie is dat we op het einde doen ja, ja, met, ja, ja, met Ruben. Ja. Hè? Ja. En wij, wij doen nogal alle dingen en we veranderen waar we onszelf en gevoeld. Mm -hmm. Dat is zo uh, de hit die gespeeld speelt, ja, nee, ja, ja, hè? Ja, ja. Zo de, de, de bis. Ja, ja, ja. En dat voelde nog altijd dat dat leeft, Maar als ik die shows nu zie, de zaalshow 1 en 2. Ik, want ik werk alles met cijfers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hè. Dat is, dan zie zeg ik naar dingen. Hè, dat ik zeg: Oh jongen, ik, dat ik bijna beschaamd ben dat ik er naar kijk. En dat zijn de dingen. Dat ik like bijvoorbeeld uh, een Ruben van Gucht en een de, de Stadsbader en de Guga. Die kennen die zaalshow's. Van buiten, van begin tot einde. Ja. Die, en, en, en ik zou dat nu niet meer durven doen, omdat, omdat ik het niet goed vind. Ja. En die mannen lachen er nog mee, dat ik in een ben al. Ja, ja. Hoe belachelijk dat dat is. Ja. Ik zeg dikwijls wat ik doe, dat is kinderreuze. Dat is Mechels. Ja. Kinderreuze. Kinderachtig doen. Ja. En de mensen lachen er nog altijd mee. Ja. Want ik ben geen, geen stand-up. Ik ben. Uh, ja, een, een typische speler erin. Ja. Ik heb ook gedaan met die vorige stand-up, omdat ik vind dat ik wou dat ook een keer doen, omdat ik dacht dat ik moet veranderen. Mm. Ik heb dat tof gehad met de pianisten al. Maar mijn echte ding is nog altijd met een aangever en opkomen en wij vertrekken en wij een ander tippen ja. en wij. Dat doe ik het liefst. En je wou dus, want dat was met 5 voor 12 dat je dat stand-up ja. ding echt ja. gedaan hebt. Hè? Ja. Je hebt toen ook in de Joker gespeeld. Hè? Ja, ja, ja. ja. Zo'n legendarische avond, daar wordt nog over gebabbeld. Vooral dat je zei van ik kon normaal gezien het podium even van kostuum te verwisselen. Maar dat goddie. Oh ja. Ik en, vond dat ook een belachelijk podium daar. Ja, ik brak dat altijd super klein. Dus dat is het grappige draad. Maar wat was hetgeen dat u dan het gevoel gaf dat je dat eens moest proberen, stand-up. Wat, wat trok u er aan? Om te vernieuwen, ik dacht dat show, En ik, mo ik moest ook eens vernieuwen. Je komt, hè, want ik ben gestopt in 1995 met live optreden. Mm -hmm. En je komt terug in 2012 hè, met, met een nieuwe show. Dus ik dacht dat publiek van vroeger. Ga ik, ik weer moeten vervechten? Hè? En ik wil toch mee iets anders komen. Nu is dat logisch dat ik weer kom gelijk vroeger. Mm -hmm. Omdat ik ook andere dingen gedaan. Maar. Ik had schrik. Ofwel zeggen ze, het was vroeger beter. Mm -hmm. Of, wat een, uh, het is al hetzelfde. Dus ik probeerde iets anders te doen. Want ik ben ook graag een performer. Want mm -hmm. ik kan ook presenteren, ik kan ook een uur klappen met, met mensen. Hè, en, en wat zingen en wat dansen. En ik vind nog altijd, allee, dat, dat, is, dat heb ik in me kop. Een grote komiek moet alleen op een podium kunnen staan. Mm -hmm. Zonder een aangever, dacht ik. Hè. Ja, zo. Hij ja. doet dat ook. Ja. Dat vind ik het zo noem. Als komiek, Tom komt op en alleen. Al de groten komen alleen op. Gaston Leefdeis, dat wil met twee. Maar mm hebt -hmm. maar echt de grote naam als je Alex, Alex Agnew zonder mm -hmm. aangevers staat Dus ik wilde ja. het ook eens doen. Jacques Vermeijer, die ik heb laten zien. Met een pianist met Dirk Puiters, mm -hmm. die af en toe zo'n keer uh, een woordje zei, was zelf ook humor had, en PAS speelde. En ik heb ballet gedaan en ik heb opera gezongen. Nu gaan we een keer laten zien wat ik allemaal kan. Mm -hmm. Maar natuurlijk, als ik een zeil moet spelen als monoloog, kon ik dat bijna niet volhouden. Mm -hmm. Omdat ik met de zaal speel. En dat kun je wel met een aangeven, omdat je dan zo, zo simpel kunt blijven. Maar als je voor een zaal staat, moet je wat chargeren. En mm -hmm. ik blijf moeilijk in mijn tippetje. Ja. Maar ik heb dat twee keer gedaan. Mijn scholen karen, met belichtingen. Het, het kon niet op. Het en was, op. Dat, was dat op zich niet grappig dat je in een typeje zit en omdat je, gelijk dat je zegt, meer moet geven, omdat er mensen in de zaal zitten, dat je dan af en toe het je rol vindt? Ja, natuurlijk. Nou ja, 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 ik vind dat een rol. Hè. Ja. Want, uh, en werd, werd daar op zich niet mee gelachen? Want volgens mij denk je dat dat ook ja, maar, grappig is. Ja, maar dat, dat je constant. Ja, dat werkte, hè? Ja. He, dat werkte. Want uh, wij, wij gingen normaal met de 5 voor 12, dat was de bedoeling, want ik had schrik. Van de mm -hmm. mensen nog naar mij komen. Hè, en, en het was, dat was 5 voor 12. Dat was in vijf steden 12 optredens. Yeah. Grote bakken, 12.000 man. Yeah. Als we dat kunnen halen, dan gaan yeah. we content zijn. Maar ja, het zijn er 135. Het zijn er 135 geworden, hè, yeah. en we hebben 75.000 man in ons zaal gehad. Yeah. Dus dat was wauw. Yeah. Eh, ik heb dat nog die volgende ook gedaan, maar nu vond ik. Dat is nu genoeg geweest. Ik ben nu een goede aangever. Dat, ja. dat is vaak echt mijn, mijn core business. Ja. Hè? Uh, ik ben een typische speler. Ja. En, uh, en ik heb dat dan gedaan. Ik wou dat ik een mei gemaakt heb. Ik ben er in de Joker gekomen. Uh, ik, ik pik ook in. En, uh, en al, al de, al de komieken waren er. Dat was spannend, jongen. V 80 man. Ja. En, en ik heb daar, uh, ja, dat is enorm goed meegevallen. Mm -hmm. En ik heb dat ook gedaan omdat ik vind. Dat was een teken van mij, mannen, ik, ik, ik ga naar 80 man en ik ga dan mijn broek afsteken. Ik wil erbij horen bij de nieuwe generatie. wat ik mm -hmm. ook alle appreciatie voor heb, hè. maar mm -hmm. ik wil er nog bij horen. Ja. Dat, dat was zo van, ik wil nog mijn koersen. Ja. Ik wil nog mijn ontsnapping zitten van de koers. Ja. Hè? Niet de, uh, vertellen over vroeger al. Ja, terwijl dat wel grappig is, want voor veel van ons, ze je wel Jacques vermijden. Ja, alleen, dat is ook hè, dat is het grappige daaraan is dat je. Dat is heel indrukwekkend dat jij zoiets hebt van ja, ik wil daar nog altijd bij worden. Ja. En wij me nog altijd zoiets van ja, dat kunnen wij nooit niet worden. Alleen ja, dat is het gevoel ja, dat, ja, je, ja, dat veel van ons hadden toen wij dat zagen, omdat jij zo'n iconisch iemand hebben waar wij allemaal mis zijn opgegroeid. Hè? Ja, ja, maar Intussen ben ik ook een icoon natuurlijk, dus daar kan ik dat ah, ja, aan. Ja. Hè? Allee, bedoel... Ah, ja, hè? Ja, ja. Laten we nou eerlijk zijn. Ja, ja. Hè? Maar... Ja, ja, maar... De, 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 de grote... Eh, als we nu qua populariteit... Ik mag zeker niet klagen, hè. Mm -hmm. Maar als je ziet hoe dat Filip Geuvels en en de anderen, hoe dat die... Wat een publiek dat die trekken. Wauw. Maar ik mm. hou er nog altijd bij. Mm, absoluut. Ik, bedoel, nee, ik speel nog altijd mee in, in, de, in de eerste ploeg. That's ik what. speel al in de nationale ploeg met de komieken. Yeah. Ik zit niet graag op de bank en ik ben niet graag supporter in de, de eretribune omdat ze me nog eens uitnodigen om nog eens te komen kijken. Ik speel nog graag mee in de ploeg. Yeah. Ik doe nog graag de aanval... Eh, en ja. ik, ik zal niet de populairste zijn, zeker niet, maar ik speel nog mee in de ploeg. Ja. En dat vind ik eh, fantastisch. Ja. Eh, ik heb het al vergelijken met een koersraan of met een voetbal. Uh, erbij horen vind ik nog altijd fantastisch. Ja. En daar ga ik heel mijn leven mijn best blijven voor doen. Dat ik probeer zo lang mogelijk nog, als mijn gezondheid het toelaat, om daar nog bij te horen. Ja. En ik kan goed verdragen dat je enorm succes hebt, hè? Ja. omdat ik het ook nog een beetje heb. Verstaat ja. het? Ja, dat snap ik zeker. <laughs> ik vind dat ook uh, mooi. De Geert Hosten is eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Zo, want jij zei dat ook altijd, van, uh, ja, met de grote jongens kom ik best wel heel goed hè. En dat is ook omdat je zo'n soort, ja, soort respect voor, voor de eigenheid van iedereen. Hè? Voor degenen die al zo lang meedraaien en het al zo lang doen. Ik vind dat komieken onderheen alle een goede verstand. Bijvoorbeeld in een tijd. Hè, uh, ik kwam. hè gaat, gaat Urbanus en Gaston de Leijen. Mm -hmm. En ik had dus in een interview gezegd. Hè, want ik kwam. Hè, dat, dat, is, je moet dan, dat waren de, de grote. Want Urbanus. Die neemt nog een fantastische carrière, Waar bellen mm -hmm. nog eens met elkaar. Hè? En, ja. en, 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 en ik had in een interview gezegd: uh, ik moest optreden met Frank Dingenen en met Gaston en Leo. Hè? En ik, ik had succes met Gaston en Leo ook. En ik had in een interview gezegd: ik heb geen schik om samen met Gaston Leo op te treden. Ja. Ik had er geen schik van, maar met alle bewondering. En Gaston had dat gelezen en die had dat wat kwalijk genomen. Maar ja. dat was niet de bedoeling. Ik bedoel, als ik, ik heb ook geen schrik van u, maar ik apprecieer u. Ja, ja, en, dan, en wat heb ik dan gedaan? Dan ben ik met Gaston gaan eten, we hebben dat uitgepraat. gepraat. Ik ben met Urbanis al uh, gaan eten bij mij thuis. En, mm -hmm. en, en ik vind dat tof, met de weinigen dat we zijn. Ik heb met al de komieken, uh, met, met Urbain, met, met u, met Filip, met, met, met allemaal, heb ik een goed contact. En dat vind ik belangrijk. We zijn al met, met Geert ook. Met Geert heb ik ook een goed mm -hmm. contact. En wij appreciëren elkaar toch allemaal, ja, hè? dat vind ik. Ik vind dat komieken uh, elkaar allemaal goed kunnen uitstaan en bewondering hebben voor, voor wat dat ze doen. Want uh, mag, Nu mag ik u, uh, uw nummer niet goed vinden, maar je bewijst met het, het publiek dat je hebt dat je, dat je goed bent. Ja. Uh, Gert Toosten is goed. Ik bedoel, uh, als je je publiek hebt, dan wil zeggen dat je uh, fantastisch goed bent. En, en dat is... Uh, ik dacht vroeger ook dat iedereen me maak kon lachen en dat iedereen me tof vindt, maar... De mensen die me ook haten en die tegen u zijn, ja. zeker komieken hebben dat, ja. want dat is geweldig agressief wat, wat dat wij doen. Hè? Ja. En je hebt een publiek, ik zeg niet dat dat met u man, maar ik, nee, nee, zo, hetzelfde, er is een publiek dan, maar zeker. jongen die me uitschuiven, ja, ja. journalisten in het begin van mijn carrière, door Louis de Lenteckers en uh, Jacques Eazen en, 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 uh, en anderen die me, die me neers, ik, ik heb nooit credibility gekregen, mm -hmm. ik was de KK Pepin man wat weet ik allemaal, maar ik ben nog altijd bij ik heb nog altijd volle zalen. Dus mm -hmm. ze kunnen dat wel vinden, maar ze gaan nooit kunnen zeggen dat ik een lul ben of dat ik een stomme klout ben. Dat gaan ze nooit kunnen zeggen. Nee. En ik, natuurlijk had ik het lever voor iedereen. Uh, de grote verdediging willen zijn, want ze hebben een vuil die, die een hekel hebben, allemaal. Natuurlijk, mm -hmm. en dan moeten leren met leven als komiek. Hè. Dat is zeker. Maar daar ben ik al lang over. Dat is, dat is toch ook zoiets waar heel veel comieken hebben, heb ik het gevoel. Dat die in het begin of toch zeker een heel groot deel van hun carrière de pers ook echt niet mee hebben. Hè. Dat heel veel van de zogenaamde betere pers toch altijd de neiging heeft om humor een, ja. Een, ja, De, de lul. kak en pis, de ja. platte humor, de. Ja. Dat soort dingen. Oh, wat ik, wat ik gelezen heb in het begin, maar echt... Dat werd, dat, ze schrijven nooit in de knak dat de moeders van Philippe de Winter en Jacques Vermeijer nooit aan de kinderen mogen kopen. In de knak, hè? Ja. Ik heb nooit in de knak gestaan met een interview. Hè? Maar je leest dat niet <laughs> maar dat, graag. Wat, hoe toevallig toch ook? Nee, nee maar je leest ja, dat, ja. Niet graag, ja, lezen dat niet graag. Ja, tuurlijk lees ze dat niet graag. Omdat dat echt is. Hè? Ik heb omdat interview... dat ook heel zwaar op de man spelen Ja, is, ja, ja. Dat door. is echt op een manier, iemand dat ik ook denk van: hé, hey, man, vindt mijn grappen niet grappig, maar je moet naar nou niet, nee, ik... nou niet mijn moeder of mijn dochter die gaan gewoon toewensen ja, omdat ik, je mijn grappen niet leuk vindt. Ik heb ja. dingen gelezen van Johan Antiris, hoe dat die me afge... En dat waren toen de grote de journalisten, hoe dat die me afgemaakt hebben, dat dat ik een keer in een interview zijn, dat allemaal toen een keer Dalowie de Lenteker een een interviewer is van kust mijn kloot, ik zeg schrijf het zo Dalowie mm. oh, de Lenteker. ik ik viel de persvrijheid aan al, zacht <laughs> ja, vermijden omdat ik zei dat dat dan een lul was, hè? Oh. Eh, de, ik viel de persvrijheid aan, Allee, dat kunnen niet geloven, o, 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 dat... ze kunnen bij, meestal ja. minder goed incasseren dan o, dat ze kunnen delen. Ja, ja, dat de, is wel duidelijk. De standaard ja. heeft dat nog altijd. Je zit de standaard, die ja, 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 ja. proberen me nog altijd te tackelen, om het evengoed als dat ze het doen, maar die proberen me te tackelen. Ja. Maar natuurlijk zal er nu boven. Hè. Mm -hmm. ik, ik heb de standaard nu echt niet meer nodig, hè. Maar nee. in het begin doet doe dat geen deugd. Hè. Nee, tuurlijk. Hè. Dat is ook zo. Hè. Dat is, het, is, het is altijd wel leuk, maar geeft, geeft u daar een klein beetje toch een, goede, een gevoel van voldoening dat ja, je ze ja. niet meer nodig hebt? Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, dat je echt zoiets ja, hebt van, ja, 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 ja mag me niet meer het wat zegt, ik ja. verkoop geen kaart meer of minder nee. omwille van wat jullie schrijven. Ah, nee, maar, want, want in, in mijn show uh, krijgt de standaard er van mij ook van langs. Hè? <laughs> <laughs> uh, 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 ik noem dat een schijter gaan zetten en, en ik vind dat ik dat ook mag doen. Ik meen mm -hmm. dat, ik, ik dat niet, dat is geen schade maar in maar mijn optreden als type vind ik de standaard een schijter gaan ja. zitten Als zij me een schijterkerel vinden, mag ik op. En als ze zeggen dat ik de pers veruit zou dan zijn dat wel lachelijke mensen. Hè? Ja. Maar ik klag eens graag met de standaard. Ja. Omdat mijn publiek, denk ik, niet direct de standaard leest. Ja. Denk ik. denk ja. ik zal er zeggen... vanaf. denk ik er vanaf. Want je hebt natuurlijk... Maar ja ik, snap wat dat je wilt zeggen. ja, ik snap wat je wilt zeggen. Het is, eh, bedoel, bedoel, ik snap wat je wilt zeggen. Ik bedoel, je doet ook een soort. Eh, wat, wat dat ze vaak in de mond nemen als ze over u bezig zijn. dan zeggen ze vaak het woord volkscomiek. Eh. Ja, kakapipi. Maar, dat, maar dat, klinkt dan, dat klinkt dan bijna alsof dat het iets is waar ze zo wat op neerkijken. Tony ik, Bell? Ja, Tony Bell. Tony Bell, hè? ben ja. ik ik. Maar pas op, hè. Doe het maar, wat die hey, man gedaan graaf. Ja, ja. Uh, en Thea van den Bos, Ken je Theo van den Bos? Nee, die ken, ik niet. die ken ik da's niet. Dat is raar, hè. Want niemand kent nog Theo van den Dat was de een aantrepper, die met zijn ja. lange plastron. Heb je die... Nee, nee. nee, zei nee zei dat heb ik, zei ik nooit dat niet geweten. Dat was de aantrepper, hè, met, met, met Charles Janssen en Koufla. Charles Janssen ken ik wel, ah, ja. ja. Die, dat was toch ook volkshumor, hè. Ja, maar ik, eh? ik, ben, ik ben een fan van volkshumor. Ik heb ook zoiets... Wat, wat ik jammer vind, is dat mensen zo de Ah, oh, dat was... Ja, oké. Dat was hem. Ja, Theo van den Bosch, voilà. ja. Dus, ja, voilà. Want ik, heb, ik heb altijd. Een, eh, allee, wat, wat ik wil zeggen is. Ik, ik vind dat het ook niet altijd waar is. Dat, dat volkse humor nergens overgaat. Of dat is zogezegd. Eh, de, de betere humor een, in de betere theaters. Dat dat zogezegd. zoveel meer inhoud heeft. In heel veel maar, maar gevallen is dat zelfs wil, niet. Maar er zijn dingen dat ik niet aan kan. bedoel, dat mm -hmm. dat jij dat doet. dat, dat kan ik niet. Ik, ja, maar wat jij doet, kan ik ook niet. Zo. Maar bon, maar, ja. maar, maar dat is juist ja. tof dat wij al allemaal appreciatie hebben ja, voor elkaar, dan. omdat ja. wij, ik, ik, ben, ik ben, geen dingen aan het doen, dat ga ik doen, ga doen geen dingen. Dat Speel ik jij doen. veel in Nederland eigenlijk? Doe nee, je dat nee, 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 nee. Vroeger met KBR wel, hè. Ja. Met KBR traden wij in de jeugdsociëteiten op, ja. zo voor 60 man, ja. zo met allemaal versleten canapés in zo'n jeugdhuis. <laughs> dat heb ik wel gedaan, want ik was met Chris Bouchard in een tijd, mm -hmm. die een theaterbureau had hier in in Berchem. Ken je Chris Bouchard? Nog? Zegt mij, ja. Dat is een ja. keihardige vriend van mijn ouders. Ah, uh, is dat? Ja, ja, daarom dat ik dat denk. Uh, Leeft Chris Bouchard nog? Ja, die heeft lang. Heeft hij ook niet Herman van Veen mensen? Ja, 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 ja. Chris mm. Bouchard, ja. nog groot, jongen. Chris en... Bouchard leeft nog, ja. Ah, mm. Ik was bij Chris Bouchard in zijn. In zijn, zijn... papa is Wil Beckers. Dat is iemand die. Dat, uh, die heeft uh, Die, die, heel die lang... een, een theater opgericht. hè? nieuw ja. Vlaamse theater. Ik wilde straks onderbreken, maar dat is ooit ook gestopt omdat minister Poma de subsidiekraan had dichtgedaan. Dus dat is mijn eerste ring van mijn vader op tv. Zo. Om te zeggen dat het theater failliet was. Dus de ja. jaren tachtig. Kleine wereld. Het is wel een, wereld, is wel een band tegen Dat is wel ja. grappig, hè? Ja. Ja. Maar ja, dat is ook zo. Nee, maar dus op. De standaard. Mm -hmm. bedoel, eh, ik zeg daar niks over. Het Neesblad. Want het Neesblad is al. Dat... <laughs> ja, maar nee, Maar het Neesblad en de gezet van Antwerpen, en belang van Limburg, Je hebt maar twee groepen tegenwoordig. Ja, dat ja, is ja. het probleem. Je hebt de groep van de, de persgroep mm -hmm. en het Mediahuis. Ja. Uh, en, en, en die mannen van het Neesblad, die hebben niks te maken met de standaard. Hè? Want mm -hmm. wat Neesblad vinden we en Belang van Limburg en de gezet van Antwerpen vinden we. Ik heb maar twee groepen, hè. ik wil die alle twee de vriend houden. Hè. Ja, ja, maar dat is standaard dat ze mijn vrienden niet meer. Nee. Ik heb ze laten vallen. Ja. Kijk, de gevolgen zullen er zijn. De vloek <laughs> zal over hen neerdalen. Want tot hiertoe heb je toch altijd in je leven momenten gehad dat je dacht, hier heb ik een brug verbrand, maar dan is er toch altijd wel weer een einde grote poort ja. opengegaan. gegaan. Dus... ik heb me altijd verbeterd. Ja. Uh, artistiek niet. Het enige dat ik me artistiek niet verbeterd heb, was mijn overgang. De man van 1 miljard mm -hmm. uh, naar VTM. Ja. Artistiek ben ik er niet op vooruit gegaan, maar financieel dan weer wel. Was dat een afweging voor u? Gij echt zoiets? Want de man van 1 miljard, dat is uh, dus natuurlijk. Ik zeg het, ik, ik stel nooit Dat is iets heel Vlaams dat je niet echt graag uh, vragen stelt over wat die iemand verdient of zo. Het is ook niemand zijn zaken. Maar die, die 1 miljard is dat, is dat een budget dat je kreeg om op ja. te spenderen bij, eh, voor programma's te ja. maken, voor dat soort dingen. Ja, dat is ja. wat het was. Hè? Ja. Want veel mensen hebben zo het idee dat ze daar zo bam op hun rekening ja, 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 ja. hebben overgeschreven en doe maar. Dat, ik, had, ik zou dat graag gehad hebben. Dat he. kan ik mij wel voorstellen, ja. Maar ja, zelfs dan, als je dat budget krijgt, betekent dat wel dat je er wel financieel veel beter van geworden bent. Ja. Sowieso. Ja. Ja. Dus ik zat bij de VT al goed. Ik had er al een exclusiviteitscontract. Ja. En dan kwam die VTM er nog eens bij, Christian van Tillo die mij uitnodigde op zijn bureau met een traiteur. Mm -hmm. En ik ging nooit naar de VTM gaan, had ik gezegd. Ik blijf bij de VT. Jan Cullis was de directeur die ik. Die ik uh, nog altijd enorm apprecieer. Had Jan Keulers, directeur gebleven, had ik nooit naar de VTM gegaan. Ja. Maar Jan Keulen stapte het af. Of uh, die moest vertrekken, gepensioneerd. En, uh, en Christian van Tilo deed een bot op mij, want ze moesten me hebben. En ik had gezegd nee. En ik zei tegen Christian: Kijk, ik had de VRT. Een maand bedenktijd geven. We kunnen misschien. Hè, dat, dat, was een, dat, was, dat ging aan, aan productie over vijf jaar. Want toen ah. werd jij de kampioenen al aan toe, hè? Of, ja, 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 ik, ja. Dus ik, dat was al vol een bak ik, allemaal weer. Ik wezen. had al acht ja. jaar kampioen gedaan. Ik deed okay. met drie wijzen ook. Ik, ik, allee, ik had ook al een heel goed contract bij de VRT. Worden ik, jij intussen je schoenen nog aan toen Wat zag je dan? Ik heb het toch nog drie jaar gedaan. Ja. Uh, tot 1994 heb ik nog schoenen verkocht. Kunt ja. denken, dus uh, ja. denk ik nog al, Maar op de treinmarkt denk ik nog mijn schoenen en alle. Ja. En een bureau en alle. Part-time, want, want ik had een opvolger. Ja. Maar ik blijf dat doen, omdat ik dacht dat gaat niet blijven duren. Ja, dat is zat, nog uit. altijd, hè? Ja, 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 ja. ja. ja, 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 ja. ja. En, uh, maar natuurlijk, door dat contract uh, van Christian van Thiel, ook zeg als een maand bedenkt uit, want ik blijf liever bij de VRT. En ik had Christian van Til en dat is ook heel belangrijk wat ik nu vertel, hoe heb ik die leren kennen. Soms, door iets te doen, heeft dat enorm gevolgen. Ik zal u zeggen, het laatste nieuws vroeg aan mij, ik was bij de VRT, ik kon ook mijn gouden ogen als acteur in de en al, ik was, eh, mm -hmm. en die vroegen zouden jij uh, de, 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 de bedienden en de arbeiders zoveel jaren dienst, zouden jij die prijs kunnen uitreiken met, met, met een speech? Eh, ik zeg ja. En dat was toen, Peter Kwaagbuur was toen directeur bij, de, bij het Laatste Nieuws, maar van, dat ging, uh, Christian van Tilo was de eigenaar. En uh, ik zeg, ja, ik kan dat doen. En we moeten gaan erover hebben. Ik zeg, voor het Laatste Nieuws doe ik je dat gratis. Mm -hmm. uh, dus ik doe die presentatie, tof. Uh. En uh, dat is gedaan. En Christian van Tilo, die je anders nooit zou ontmoeten, uh, komt er nog iets mee met ons aan, aan de tafel. Uh. Ik zeg, ja, ja, ik vond dat... wow Christian Van Tilo dat was een goeroe, mm -hmm. Dus ik heel de avond aan tafel, naast Christian Van Tilo, Je kunt heel de avond babbelen over uw ideeën. Zijn madame dan, danste graag. Ik dans tamelijk goed. Dus je kunt dansen ja. op de vloer en tralali, tralami. En grote <laughs> bazen van de persgroep, gaan Goed geamuseerd. Ja. En door die avond heb ik de aanbod gekregen. Omdat ik toch een visie had. Want ik kon bij de VRT mijn schrijvers niet goed betalen. Ik had een beperkt budget. Ik verdiende wel goed met een boterham... Maar ik liet zelfs geld, en dat meen ik, dat ik zou verdiend hebben aan mijn schrijvers. Hè? Ja. Omdat dat belangrijk was. En natuurlijk, door met Christian en te ballen, krijg ik een aanbod. Maar dan heb ik gezegd: Christian, dat vind ik tof, maar ik had toch uh, de VT nog een kans geven dat ze dat kunnen invullen. Want ik blijf liever bij de kampioenen en de drie wedden en hoe maar op. Want toen was dat Piet van Roe. Die hebben dat niet serieus genomen. Die dachten dat ik uh, mijn spek aan het was. Dus ik geef die een maand bedenktijd. Dat was een, een zware wedde bij voor mij. En ook een exclusiviteitscontract enzovoort. En een productiemogelijkheid. Nu moet ik zeggen, wij mm -hmm. hebben dat miljard over twaalf jaar zelfs nooit niet gehaald. Hè? Dat is ja, nog een ja. ander verhaal. Maar, hè? Ja. En uh, goed, de VRT is er nu op ingegaan. Ik heb uh, de morgen dat ik ging onttekenen bij VTM getelefoneerd met mijn producers. Waar ik allemaal dankbaar voor ben. Mm -hmm. Met Luc Beete, met hem. Met, uh, met, met, met iedereen. Met, met Piet van Roe. Ik ga nu naar. De VTM, dat uh, de persconferentie. Ik wil dat je het hoort van mij en niet via. Ik rijd naar de VTM in mijn auto. En ik hoor opnieuw van de VRT: Jacques Vermeijer vertrekt bij de zender voor uh, het bedrag van 1 miljard. En er werd geïnsinueerd, ook in het nieuws. Dat uh, de VT zich daar niet kon permitteren, omdat ze waarschijnlijk financieel erg zwak zouden staan. Ja. Dus ik kom daartoe op die VTM. Daar stonden journalisten journalist dat ik nog nooit niet gezien had. Dat zo'n mannen, à la Wedstraat. Ja, zo van die, ja, ja. Zo van die hè, ja. de, de schandaaljongens zo. Ja. En ik werd daar overmeesterd door journalisten. Financieel, economische tijd, de cover, de standaard, de cover. <laughs> ik, ja, ik De standaard. Toch, ik was het vergeten in de standaard. Financieel de economische tijd werden praatprogramma's aan mij gewijd. Het was Bart de Pauw, maar dan iets met mij. Ja, 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 ja. Uh, Op de radio, televisie. Uh, en dat ging eigenlijk vooral om dat bedrag. Dat he, miljoen, dat, ze, dat ze gewoon zeiden, dat is een belachelijk bedrag. Miljoen, iemand, 25 ja, ja. miljoen euro, dat zou nu 50 miljoen euro zijn dat ik zou krijgen. He. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat is, een, dat is een enorm bombardement geweest in mijn carrière. Hè? Mm -hmm. Dat hij me echt geen deugd gedaan. Hè? Nee. En daar heb ik lang moeten verknokken om weer terug te komen. Want dat is ook heel grappig. Dat, 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 um, iets dat je er ook altijd merkt, is, uh, zeker in, in ons land. In het algemeen eigenlijk wel, maar ik denk ook zeker bij ons. Ze houden van u, zolang dat je zo gezegd de man van het volk bent. Maar vanaf het moment dat er zo'n bedrag naar uw kop gegooid wordt, zitten dat niet meer. Hè? Nee, in de voetbal in, in, kan dat wel. In veel... Ja, dat is waar. Dat ja. vind ik, ik In de voetbal, ja. Ja. Uh, chapeau, alles bergen die in het buitenland spelen, ja, ja. dat vinden we allemaal fantastisch. Maar, maar een, een Vlaamse komiek die sympathiek is, want ik ben geen on ja, die genees ja, ja, ja. een miljard. Want die mensen dachten dat werd ongenuanceerd. Hè? Ja, ja, tuurlijk. Uh, uh, tuurlijk. Verteld. Hè? Tuurlijk. Een miljard in zijn zakken. Tuurlijk. Hè? Ja, 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 dat, ja. Was, dat was nog nooit niet gebeurd. Hè? Nee. Hey, en ik kreeg bij de VTM, dat mochten we weten, dat bedrag trouwens in de klanten gestaan. Ik verdiende persoonlijk 500.000 euro. Mm -hmm. Ik had 20 miljoen per jaar als, alleen al. Ik ja, had, ja. Ik had, en ik had een productiefirma, mm -hmm. wat ik ook eh, aandeelhouder was. Dus het was wel. Het contract. Hè. Ik was nu ook geen loser geworden. Nee, nee, nee. No, 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 no. uh, maar dat idee had op dat moment niemand. Nee, ze nee, dachten nee. eerder dat je... miljard had, hè? Letterlijk dat, hè? Ja, ja, maar dat was... Uh, uh... Ik had dat graag gehad. Dat geef ik toe. <laughs> ik had er ook geen nee tegen gezegd. Van Mark Koeken. Ja. Ja. Die ik heel goed ken. Ja. Ja. Niemand vindt dat... Ja, maar dat is een miljardair en die kennen ze zo. Die hè? vinden ze allemaal sympathiek. Dat is je zotte rare miljardair. Ja. Hè? Wat dat ja. mensen tof vinden. Maar het is, is altijd als je... En zeker omdat je... Uh, we hebben het er straks er al over gehad als je het over iets als volkscomiek of dat soort dingen. Ja, 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 ja. Je ziet een man van het volk, dat ja. ineens niet meer de man van het volk is. Nee, nee. Ja, dat is hoe dat mensen het dan ineens gewoon interpreteren. Ja, en dat werd dramatisch in die zin. Dus de, ik, had, ik was bij DD, ik had een eigen productiemaatschappij, DD Humorproducties. Uh, en wij moesten nog van de VRT, volgens contract moest ik nog de Kop van. Uh, nee, de, pak de, de, de Kop van Jut doen. Mm -hmm. Dat was een programma op plaatsen dat ik nog moest doen, de Kop van Jut. Er waren uitdagingen dat ik moest doen. Mm -hmm. Ze hebben voor dat programma, de Kop van Jut, dat ik nog deed bij de VRT, hè, hebben de journalisten, die kan allemaal goed kennen hè? Die, mm. Ik ging altijd met journalisten gaan op mijn kosten. Hè? Ja. Ik, vond, ik heb altijd de pers en nog altijd, ik vind behalve de standaard, <laughs> maar ik vind nog altijd de pers enorm belangrijk. Als uh, ik uh -huh. nu morgen de standaard een interview doen, ga ik daar blij mee zijn. Hè? Ja, ja, Het is niet ja, ja. dat, dat ik die, ik, ik, ik haal die mensen niet. Ja. Maar als heb maar tackelen, vind ik dat ik dat ook eens mag doen op mijn leeftijd, ja, hè? Een schater gaan zetten in mijn show. Ja. Ik meen dat niet 100%, maar het staat wel. He. De, heel de zaal lacht Dat oh, mag ook he. gewoon het mag ook zijn, ook is, Maar om maar te zeggen, uh, ik weet nu niet wat ik zat, wat ik ging vertellen nu. Ja, met de kop van Jut. Met ja. de kop van Jut. Ik ja. doe dat programma, dat geen goed programma was, mm -hmm. maar de journalisten, dat vaak halve kameraden waren, mm -hmm. die hebben een prijs in het leven geroepen: de Pak -de Poen prijs. O oh, ja. Dat hebben ze al twee jaar gedaan, want ze, dat was gewoon om aan te kloten. Al ja. mijn vrienden, de, de journalisten. Het bleek niemand Tenders echt veel poen te pakken, dus het is wat gestopt bij u eigenlijk. Je weet, verreden, de Gebroeders Verret, de pak de poen, inderdaad. Ja, in de show. Ja, ja. Ja, hebben ze een wel. prijs in het leven geroepen mm -hmm. voor het slechtste TV-programma van het jaar. En dat waren geloof ik 580. Mm -hmm. Ik zou me ook de nummer 520 kunnen geven. Nee, nee, ik was het slechtste TV-programma van ja. het jaar. Ja. De pumprace de kreeg ik, al de pers erop. Ja. En ik, op dat moment ging ik naar VTM en ik was de grootste loser die er rondliep. En uh, met dat vet contract moet ik dan beginnen bij een zender en beginnen met Verschoten en zo. Dat ook een garageist is omdat de VTM dat wou, Dus ik kan u verzekeren. Ja. Oké, okay, ik verdiende met een boter op, maar ik, ik was dood ongelukkig. Ik heb ook een jaar met de pers nimmer gesproken, mm. omdat ik, wat dat je dan zegt is belachelijk. Ja, al wat ja, ja, ja. je dan nu verdedigt is dat belachelijk. En dan hebben we afgesproken met, de, met een dienst in de VTM. We gaan nu, na een jaar, gaan ik met al die journalisten aan tafel zitten, de boeken toe, gaan we samen eten en gaan we een keer ons gezag tegen elkaar. Hè? Mm -hmm. Informeel werd niet geschreven en dan heb ik met al die gasten gezegd, jongens, ik ga er opnieuw starten. We starten met een proper la. Wat gebeurd is is gebeurd, maar je ge hebt me getroffen. Als je uh, dacht om mij te treffen, heb je mij getroffen. Ja. We gaan uh, geen rond kunnen. Het is gebeurd. Mm. Ik heb er enorm van afgezien. Hè? We beginnen nu opnieuw en er is niets gebeurd. Er was dus een gesprek en we waren tegen elkaar bezig. Ik heb mijn gedachten gezegd, zij hun gedachten enzovoort, enzovoort. En dat is gebeurd. Boom, en we zijn begonnen met een proper la. Uh, want anders zit het hele leven in de knoop met, met bepaalde journalisten. die uh, Dat, dat is wel niet al straf dat ja, je dat gedaan ja, hebt. Ja, 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 ja. Dus ik heb goed mijn gedacht gezegd. Maar mm -hmm. zonder. Kijk, Joes, ik begrijp dat. Ik was een prooi. Het was veel geld. Ik begrijp waarom je dat, ge, ge, dat gedaan hebt. Maar we gaan dat nu achter ons laten. En we beginnen opnieuw. Ik bedoel, hebt me goed bij mijn klote gehad, uh, mm -hmm. Oké. Okay. Geet 1-0. Maar ik zou nog graag een hele tijd blijven werken. En ik vind dat we dan een keer moeten tegen elkaar kunnen zeggen. En met de handdruk en dat is gepasseerd. Dat is nu, het is nu een voetbalmatch die ik heb uh, get, me van achter, Maar uh, we starten weer en dat hebben ze allemaal enorm geapprecieerd. Ja. Hey, want, want je hebt soms moeilijke huwelijken met journalisten. Hey. Mm -hmm. hey, bijvoorbeeld een Marconenkracht. Hey. Dat is toch niet eenvoudig om met zo'n journalist, waar het meeste mensen schrik van maar dat je dan altijd een heel goed contact mee hebt. En af en toe doe je een keer aan. Maar ja, dat, dat, dat doet erbij. Als, als je populair bent, hey. ja. zeker omdat mijn privéleven ook altijd. Erg. Ik heb, ik heb ook al mijn, mijn privéleven niet verborgen omdat ik het niet kon. Ja, uh, da, da, ja want dat was ook ja. een vraag die ik wou stellen natuurlijk. Dat zat er ook in, hè. U Je huwelijk met Eva, hè. Dat, was, dat is ook overal het gesmeerd ja. geweest, tot en met. Tuurlijk. Alles wat er na mijn jaar uh, gebeurd is. Um, en je zegt nu zelf, want dat vind ik heel interessant, dat je zegt: Ik heb het er niet kunnen uithouden. Hoe kon dat niet? Hoe, waarom heb je dat gevoel dat hij. Dat Als niet je is? met iemand, een jong meisje van 25 jaar jonger trouwt. Mm -hmm. hè? Eh, ge, ge geeft een, 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 een huwelijksfeest à la Hollywood. Mm -hmm. Met buren die er nog een schep bovenop deden. Eh, We trouwden in januari. Eh, want Eva wou een grote trouw, want had het van mij afgangen, was dat soberder geweest. Maar getrouwd in Keerbergen, met duizend man op straat. Ja. Met uw overbuurvrouw, uh, Arkadoke, twee helikopters in jeugd. Ja. Twee helikopters die boven u vliegen, met 800 rode rozen die naar beneden geworpen worden. <laughs> want ze wou het hebben à la Brigitte Bardot en Günter Sachs. <laughs> was het een cadeauke dat zo'n schaf? Dus je komt uit dat oh. gemeentehuis met pers, onwaarschijnlijk, met een feest aan de Witte Meren, de Witte Meren, uh, uh, schaan over mijn woning, ja. waar daar veel verdetten waren. Uh, de persmensen nodigde ik ook uit, die, hadden, die zaten mee op de receptie, omdat ik, dat was ook uh, een vorm van ja, uh, dankbaarheid naar over de pers. Dus het was ja, dat was een glamour huwelijk, mm -hmm. hè? Met Eva, die toen uh, verschrikkelijk uh, een leuke, mooie dame was. Mm -hmm. Daarna weer een lelijke komiek. Uh, en, en dat was tof. En ja, en, en natuurlijk, als dat schijf loopt, want ik weet nog goed, dat begon schijf te lopen. Hè? Mm -hmm. En ik zat op mijn terras uh, boven aan mijn bureau. En ik zag als, als het schijf lopen, zag ik journalisten lopen die van deur tot deur naar de villa's belden om... Uh, verslacht worden van die waren op onderzoek die gingen aan de schoolpoort staan dat was natuurlijk als je dat wet je ook als, mm -hmm. als het 100% Hollywood is en als het schijf loopt is het ook 100% Hollywood aan de andere kant ja, hè? Ja, ja, ja. ik weet nog goed... als hij en ik aan elkaar waren ja. ik heb die kranten hè, het plaats mm -hmm. dat was de elf van de gezet in trots in <laughs> dat hebben we nog nooit niet gezien hè ja. He? Met zo'n bliksemen. Ja. Dat kun je niet. Ook als mijn ouders overleden zijn, gewoon maar om dat. Ja. Dat moet zeggen dat je populair bent. Dat die dan de troost dat je hebt. Ja, 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 ja. Mijn ja. ouders overleden, hè? op vijf mm -hmm. dagen tijd. Hè? Ja. Die bedoel, dat waren de cover en twee bladzijden. En, en er, was geen, er waren geen journalisten uitgenodigd of persfotografen, hè? Mm -hmm. Maar dat alleen al was ook al een. Al wat ik deed in een tijd was allemaal uitvergroot, en even. En wat dat is allemaal uitstak. die had meer covers dan ik. Mm -hmm. die had een, en dat was de story tegenover de dag allemaal en een tv van. En, en had het gevoel dat, dat, dat Eva dat meer opzocht dan jij? Of ja, dat jij... Eva dat was haar leven. Hè? Bo, ja. Ik heb altijd gezegd: Eva en ik hebben elkaar nooit uitgemaakt. We hebben nooit kritiek op elkaar gehad. We hebben nooit een gevecht geleverd. Wij zijn goed overeengekomen in de scheiding. En ik heb altijd gezegd, we hadden een andere levensstijl. Ja. Zonder commentaar. Ja. Eva heeft nooit kritiek gegeven op mij, en ik heb nooit kritiek gegeven op Eva. Wij hebben altijd ons kinderen als belangrijkste factor ja. gezet. En die mochten want dat niks was vooral voor de kinderen, Keurig. dat je dat, dat soort dingen ook niet die deed. Die mochten niks komen. Je hebt nee. veel scheidingen die een, een oorlog maken, mm -hmm. en wie ze duppen, de kinderen. Dat ja. gebeuren toestanden, want ze hebben mij dikwijls met dikwijls uitgelachen. Nu twee kinderen samen. Twee hè? kinderen. Hoe oud zijn die nu? Julie is 20 en onze Maxim is negentien. Okay. Die wonen bij mij. Hè? Ja. Bedoel, maar we hebben allen ons kinderen voorop gezet en onze kinderen die hebben dat toch allemaal meegemaakt als, als klein, op school, maar, weet, ja. dan, maar die, hebben, die zijn altijd beschermd geweest. Die, ja, hoe was dat voor u, als je zo van die dingen moet lezen over die u? Kinderen, hè? Die kinderen hebben wat meegemaakt. Hè. Ja. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb ook een heel zwaar privéleven gehad, hè. ik met mijn vriendin dan overleden aan, aan kanker en zo. Ja, 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 ja. Dus qua Tuurlijk. privé, ik ben geen klager, maar als komiek, en het, mm -hmm. en het ene drama na het andere, de mensen mogen medelijden hebben als je op een podium komt. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ik, ik heb enorm veel, uh, ook privé, meegemaakt, maar ik heb dat altijd een draai kunnen geven. Uh, ik ben altijd positief geweest. Ja. Ik heb dan zelf kanker gehad, Ado... wat weet ik allemaal, dus Ado... dat dus dat kwam al binnen. Hè? Ja, Zo, ja, ja, ja. En je zei nog altijd: dat was En <laughs> heb je er nooit daarna ging om, om al die dingen? Want je hebt een hele korte tijd, je hebt ouders verloren, je hebt zelf kanker gehad, je, je hebt al die. Hoe is daarmee trouwens? Alles terug Ja, oké? Ja, 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 ja. Okay? Ik, ik blijf onder controle, Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. ja want ik ben, wa ik... Wat voor kanker was het? Uh, kanker darmkanker. Ja. En, uh, en dat was... Uh, maar ik, ik, ben, ik, ik heb een wonder, hè? Bedoel, ja. Ik heb een enorme tumor en ik heb geen Alzheimer, mijn kleding zijn niet aangetast. Ik blijf op onderzoek, ik zit, uh, ik, ik zit ja. in die ziekenhuis. Ja. Maar ik blijf on, op, op controle gaan natuurlijk, hè? Maar, maar er zijn zoveel mensen die kanker hebben, hè? Mm -hmm. Ik bedoel, uh, het is een, de, de, de ziekte van deze tijd. Ik vind altijd... En dat is mijn. mijn ik, ik heb zo van die wapenschilden. Hè? Mm -hmm. ik bedoel, je moet altijd uh, een keer uh, in je gedachten hebben. wat zijn de goede punten in mijn leven? En dat zijn er altijd heel veel. Ja. Hè? En natuurlijk, iedere mens heeft tegenslag. tegenslag. Uh, oh, als mm -hmm. nu niet zo misschien binnen vijf jaar, zijn. Er ja. gaan overleiders komen. Er uh, zijn mensen die uit elkaar gaan. Er is tegenslag. Je gaat misschien een keer ziek worden. Ik bedoel, iedereen mm -hmm. sterft ook. Hè. Ja. Maar je moet altijd zeggen, er zijn zoveel andere mensen die kanker hebben en die financieel zwak zijn en die hun kinderen zijn uit huis en die wonen in een klotenhuis. En, mm -hmm. en die hebben geen werk en die hebben geen vrienden. Het kan alles veel zijn. En dat is altijd bij mij mijn punt geweest. Je moet de, de, proberen je de goede punten... Voor ogen te houden. En ik heb echt veel meegemaakt, maar ik ben er altijd uh, sterk uitgekomen. En, en, uh, en kleppen, af en toe uh, kleppen. En mijn grote redding is, dat zijn mijn kinderen, dat zijn mijn vrienden rond mij. Dat is mijn vriend. oh, wat, wat bedoelde met kleppen? Als je dat zegt? Ja, dat, dat je mocht niet doen denken, je mocht niet zwart kijken, je moet de misère bannen. bannen. Ja. Ja. Je kunt elke avond met een fles wijn uh, uh, naar een, een triestige plaat luisteren. <laughs> ja. En, uh, en uh, beginnen te drinken. Ja. Ik ben een stuk ja. ja. kunt je, altijd, je moet proberen. En nooit een ging gehad met al die dingen dat je hebt meegemaakt. om dat in uw comedy te steken. Om dingen te, daar iets over te vertellen. Ja, ik zeg af en toe. Zo, dat is een groot succes. Bijvoorbeeld ook. Uh, soms uh, als priester uh, ben ik altijd over Adam en Eva bezig. Uh -huh. En Eva ken ik. ik, ik persoonlijk ook. Ik, ik doe af en toe. Uh, en die zaal, die gaat dubbel. Uh, met in een preek in de 5 voor 12 show Vroeger vluchtte Maria met een ezel. En nu. Wat was dat nu weer? En liet, en, alles, wat, hè? en liet alles achter. En ja, vroeger vluchtte. <laughs> dat is wat te is, goed, hè? Man. Die, <laughs> de vroeger, Thomas dat al uw spiertje van vluchtte. vluchtte Maria met een ezel en liet <laughs> alles achter. En nu, en die ken hem persoonlijk, is er een ezel. Uh, die, wat is die? En die vlucht. Uh, Maria vlucht. Met een, allee, ja. en, het was. Ik, ik ben het al vergeten, vijf Maar dat sloeg zo in. En dat was in verband met even. Dat, uh, dat hebben de mensen graag. Dat je ook over uh, de dingen die misgelopen zijn. Want veel mensen zeggen: Wat oh, is een lage schuld. Mm. Met een mesje van 25 jaar jonger. De, mm. de vetzak. Uh, de, oh, hoeveel mensen er tegen u ervoor geweest zijn. Ja. Maar als je dat <laughs> kunt zelf belachen voor een volle zaal, oh, hè, dan vinden mensen dat fantastisch. Ja. Dat ik met mijn eigen. Even, zoals mijn kinderen zien dat ook. Hè? Ja. En ik, ik lach dikwijls met mijn wagen op een podium. Ja. En, en, en dat vinden de mensen. Als je mee, dat was in de drie wijzen ook. Plus, dan nee, maar, kun je wagen ook altijd ja. veel meer permitteren ja. om met andere mensen Tuurlijk. te lachen. Als je dat zelf kaart met je wagen De mensen lachen van mijn In Vroeger in een dansing, als er iemand naar gaan gaan met een mottige spoel. Mocht, mocht ik die naar gasten neuro een, een stuk uitschuiven. Mm -hmm. Ze moeten nu eerst aanvallen en dan. Je we gaan zoveel doen als je wilt. Hè? Mm -hmm. Ja, het is, het is ongelooflijk. Is dat kwaad? Gewoon aan het suikeren. Nee, zoeken. ik was het zo? Ja, ik is ben het bent kwaad. We hadden DVD's nog te krijgen bij ons op de website. aan een, aan een uh, promotieprijs. We hebben er nog genoeg. Uh, ah, Wegen succes hebben we er veel in gedaan. Ja, kinder. Ik, ik heb ook nog dozen vol succesopties. Ja, we, we kunnen, we kunnen wisselen. We, we kunnen wel, dat is dat. We hadden. kunnen we we wel kunnen wat dvd's wat DVD's wachten. Dat is Cago. Goeie zaak. Ik heb het gevoel dat wij nog vijf uur kunnen blijven verder gaan. Dat is het voordeel, als je 67 bent, ja. dat een mens 67 jaar iets meegemaakt heeft. Een jonge ja. gast van 27, ja, die heeft 40 jaar minder te vertellen dan ik. Hè. Dat is zo. Eh? Ja. Dat maar is in een... ieder geval zijn nu aan het toeren met uh, 7 tot 77. Ja. Je doet ja. dat met Ruben van de Gucht. Ruben van de Gucht, ja. populair. Ja. Doet dat heel goed. Want hoe is het daarbij gekomen? Dat is een sportjournalist. Dat is eigenlijk een gast die. Uh, hoe hoe, 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 hoe zit het daar? Ruben uh, de doet de weekwatches, radio 2. Mm -hmm. en, uh, en nodigde mij uit. Uh... Om in een van zijn eerste programma's als centrale gast te zitten. Om blijkbaar een enorme fan te zijn van mij. Die, alman, die vroeger optrad met mijn sketchjes. Hè? Ja. En dan blijkt dat dan een fan is. Goed, oké, okay, goed, wel, tof. Leuk gesprek. Dan nodig ik Ruben en zijn madame uit van haar. een optreden komen kijken. Tof, tof, tof. Wauw, wauw. nodig me nog eens uit in de weekwatjes. en nodig me nog eens uit in de weekwatjes. Week, We nemen samen de kampioenenfilm. De derde. Uh, je speelt daar de journalist op het veld, want DDT speelt tegen de kampioenen in sint truiden mm -hmm. Je zit de hele dag op de filmset, veel wachten. Je begint te babbelen. En, uh, en, en uh, dat blijkt dat dat een goede aangever zou zijn. En uh, dat hij dat nooit graag zou doen. En s'avonds hebben wij gezegd: we gaan samen optreden. Zo simpel is dat. Ja. En dat klopt. We wij, wij hebben lang gebabbeld in een dag, hoe dat ik dat zie optreden met een aangever. En hij vond dat ook, en boem, s'avonds was en ik belde met Thomas, met mijn manager. Mm -hmm. die, 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 we weten wie dat is. Die daar zit. En die dat hier nog altijd ja, zit. Ja, ja, ja. Hij komt niet graag in beeld, maar we gaan het expres voor deze moment toch nog eens een keer doen. Ja, ja. En, uh, <laughs> voilà. en zo is dat gekomen, en voilà. en uh, we zijn kopijns, uh, want ik vind, de mensen die ik moet bewerken, dat moeten mijn kameraden zijn, uh, dat vind ik erg belangrijk, en ja, dat klopt tussen ons. Mm -hmm. En tussen Thomas ook. Ja. En, uh, en nu ben ik gelukkig dat ik uh, tot 2019 nog veel mag optreden. En dan zien we bij verder dan gaan we naar de 70 jaar toe. Ja. En dan zien we wel, hè. En Zijn ze van plan om te blijven werken totdat je er bij neervalt? Ik hoop idee. Van wel, maar ja. we moeten weer iets anders hebben, denk ik. We doen, ja. we, we doen nu tot 2019. En, en ik denk. En Thomas Kennende die, die soms al dingen in zijn kop. Rond de 70 jaar denk ik dat hem ook iets gaat doen. Mm -hmm. zo, zo een keer. Uh, uh, ja, maar ik zou graag nog, uh, gewoon omdat ik het graag doe, hè, mm -hmm. uh, lang blijven optreden. Maar je moet, je moet succes blijven hebben. Hè. En wij misschien met een andere invalshoek, maar daar ben ik nu nog niet mee bezig, we zijn nu bezig met deze show. Als er hè. nog één ding is dat je zou willen doen, als hey, je zegt van je hebt nu weer al een succesvolle tour. Als dat gedaan is en je wilt. Wat, wat is dat één ding dat jij nog zou willen bereiken? Dat je zegt gewoon puur voor je eigen goesting. Hè? Omdat je. Jij zit iemand dat heel veel. Hè, wat dat je vertelt. Het positieve in dingen zie je. Ziet, je mag altijd de optelsom van wat is er beter in mijn leven dan wat is er, wat is er minder goed. En tot hiertoe blijf je altijd zeggen: het, is nog altijd, altijd, het betere overweegt nog altijd enorm uh, hard. Wat is dat één ding dat je nog wil Oh, Misschien op mijn 70 jaar zo'n een keer een totaalshow over mijn leven. Oh la John Cleese, wat hij doet. Ah ja. Hè? ja. Wat John Cleese doet. Okay. Maar dan actiever. Ja. Uh, rechtstaand, ja. uh, nog voor een zaal, maar met En minder, minder cynisch, mag ik ook hopen. Ja. want gaan ze wel gelukkiger, denk ik, dan dat. Johnny Waarschijnlijk. Is. Uh, ik ja. zag hem in Oostende lopen. Het was raar. Ik moest. Uh, want ik werk er ook al aan mijn promotie. Hè? Mm -hmm. Want je kreeg de zaal is zomaar niet vol. Ik bedoel, je nee, er nee, nee, goed verdomme nee. aan trekken. Niemand van ons niet. En meer. ik was in ja. Oostende mm -hmm. uh, voor promotie met de plaatselijke pers. En, uh, en ik zag hem lopen, met zijn pet op. En, en uh, ja, John Cleese is toch wel. Hè? En ik was terwijl dat ik uh, met de journalisten aan het praten was, komt John Cleese uh, voorbijgeschreden met uh, bijna onherkenbaar meer een pet, met een, een dikke buik. Mm. Hè? Een hele grote mens. En mijn manager, waar ik al over gesproken heb, Thomas de Thomas, ik weet niet hoe je het eruit ziet. Volgens mij denk ik dat we nog een beeld hebben van Thomas, dat we kunnen laten zien. We hebben daar nog ergens iets... Op internet kun hem nog vinden. Je kunt hem vinden, maar je moet wel zoeken. Maar ik denk dat wel altijd diezelfde zwarte rolkraag had. beetje een zwart. altijd wel dezelfde foto's. wel In de noek onder een Velux-raam, denk ik. Meestal. Maar we zullen wel zien. In een immense studio. We kan wel zien, dat is niet normaal. Groot, groot, groot. Dus Thomas uh. Lobet uh, gaat naar John Cleese, uh -huh. en natuurlijk, dat zou een kans geweest zijn, zelf uit dat je met John Cleese een fotootje kunt trekken in Oostende, ja. dat is toch formidabel. Dat hè? zal wel zijn. En die was heel vriendelijk blijkt, want ik zag hem daar naartoe gaan, ik stond met de journalisten, uh -huh. en dan gaf hem zelfs een hand, John Cleese, en uh, hij zei, is het mogelijk, uh, en hij zei, dat doe ik niet. Ja. En dat vond ik... Uh, jammer. Jammer. Ja, ik, ik vind dat ook jammer. Vind, ik vind als je in Oostende rondloopt... En ik zou dat doen. Heel ja, tuurlijk Moest zou ik nu je een wereld, doen. bedoel. En, wordt dat, en Thomas is een hele vriendelijke mens, want hij ja. had evengoed zo tjak chak kunnen doen, ja, maar hij ja. heeft dat nog heel dus, uh, niet. Maar ik zou dat heel tof gevonden hebben, dat je met zo'n toch, want dat is nog iets anders, op de foto zou staan, ja. qua promotie en qua souvenirs. Ja, en gewoon een moment, hè, dat ja. dat ook iemand is dat je bewondert, ja, en, en oh, dat het oh, toch cool is John dat je met zo iemand op een podium Ja, voilà. Ja, ja, of op ja, ja, een foto kan staan. Maar dat vond ik, ja, voilà. Ja, Jacques, ze dus zijn niet zou... allemaal eh, nee. even tof als dat wij zijn, hè? Nee, nee, want zelfs, ik weet nog goed dat wij elkaar voor de eerste keer gezien hebben in de supermarkt, omdat jij er stond met je... Uw... Juist, de mediamart was voilà. dat, En ik heb ja. die ook aan u gevraagd om op de foto te staan voor onze Twitter. Ik heb toen ook nee gezegd, want ik nee, vond nee. dat echt niet kunnen. Ik bedoel, voilà. Jezus Christus, man, die een Roemelde God had toch voilà. niet op de foto staan. Tot... Maar <laughs> ik heb daar enorm veel succes mee gehad, met die foto. Ja, maar man, dat is... die... de, voor mij was dat juist hetzelfde. Want ja. Voor mij is dat ook iemand waar ik van denk, joh, ga ze... Ja. Iemand dat ik ook al heel lang ken in Bewonder. Dus... Maar het toffe is ook dat mijn ja. kinderen ja. Uh, enorme fans zijn van u en van Filip. Van ah, ja. En dat vind ik super. Als ja. ik zeg, ik ga vandaag met Alex. Wauw, dat is tof. Ja. Hey? Dat vind ik interessant. Dan doen ze veel groeten van mij. Ja, ik, ik zal in de, het doen. In ieder geval. Ik zal het doen. Ja, ja. Voilà. Jacques, um, goh, ik denk dat ik je ooit nog wel eens nut uitnodigen voor ja? deel 2 van het boek. Deel 2? Kunnen jij nog uren? Want ik denk dat wij deze aflevering nog vijf uur kunnen laten duren. Maar... Over verzamelingen? We maken, we doen, we doen, we doen verzamelingen. Verzamelde jij veel? Ja, natuurlijk wel. Wat, wat verzamelde jij je? Oh, allemaal? dat gaat van cinemafiches tot stripverhalen tot uh, comics. Oké, okay, wacht. Hè. We gaan dat afspreken. Ik kon kijken naar de Thomas, want dat is de manager. Die gon nog eens terugkomen en we gaan het over verzamelingen hebben. Hebben. Kijk, filmt dat, want die knikt hè, die foto knikt dus je nee <laughs> ja gezegd. Want je bent je dat jij zat ook de verzamelaar Nee, Ik zat ook een verzamelaar. Alle o, comics, zijn comic's, comics, alle alle allerlei ik, dingen. ik heb Amerikaanse comics, uh, amazing fantasy. Jezus Christus, waar gaan we nog. Ja ja. Ik ga gewoon terugkomen, we gaan het over verzamelingen ja, en ja. we gaan het over nog meer. dan, Maar tot hiertoe moet ik zeggen: het ja. was een hele eer om u hier te hebben, ja, ja, meneer Jaak Vermeijden, En, en de... deze is eigenlijk misschien wel de coolste podcast dat ik tot hiertoe ja? gedaan heb gedaan. Oh, ja, ik vind het top. echt wel. Ja, het was ernstig, hè? Ja, maar het was ook grappig. Ja? Oh, ja, ik heb... ja. En ik vind dat we toch nog eens één keer, voordat we afscheid nemen van iedereen, de standaard moeten afzeiken. Wordt het niet tijd dat we daar nog eens even. Ik, ik hoop dat ze binnenkort bij de slechte liggen. <laughs> nee. Dat is Ja, goed. Een mooier einde kunnen we ons niet wensen, dames en heren. Uh, bedankt voor het luisteren. Het was weer welkom te de EE met Jacques Vermeeren, met uh, Andries Bekkers en met Thomas, die hier eigenlijk niet is. Het was super, tot de volgende keer. En met keer. Alex Agnew. Hè? Ja, 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 maar ja. dat weten ze allemaal. Hè. Dat Die doet er niet hard. toe. Ik ben de minst belangrijke hier in de ja, Kamerzaak. Ja, ja. Zeker, nee, dat ga je even maar ja. mij En gratis, hè? Gratis, gratis hè? Ja, stop, gratis, hè? hè? Nee, nee. Je kreeg hier niks voor. Een miljard, nee, nee. een miljard. Hey, ik heb maar hier een tas koffie gehad. Godverdomme, ik drinken. man. Ja. Ik zal u direct een tas koffie Taschel. geven. Sorry, je moet dat vragen hè, tijdens de show. Maar ik heb dat ik niet gedurfd. ik je... mag je meut dat doen? Je moest ook Je ook niet gestopt mee babbelen, man. Er was ook geen tijd om dat te vragen. Ik heb pistool epistel laten lopen. het gewoon. <laughs> hoe kan het hier? Dat ligt samen met de pis van Urbanus en nog veel andere bekendheden. Als daar hoe het kinderen van komen. Ja. Maar goed, dus dat was het voor ons. Tot de volgende keer. See you later. Biatches. Ah ah, ik zeg hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste. De... Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.